The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welkom bij de AA. Ah ah, ik ben hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zend de besteed. Naar de feest. Rimmels of op Wie Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Hoog bezoek vandaag. Hij is Vlaanderen' meest bekende, meest besproken en omstreden talkshow-host. Hij is een gerenommeerd sportjournalist, werkte tien jaar lang bij Studio Brussel en was medepresentator van talkshows als Farah en Rijers Laat. In 2013 kreeg hij zelfs de Vlaamse televisie-ster van beste presentator. Ik ben vaak en graag te gast geweest in zijn eigen talkshow van Gils en Gasten. En nu zijn de rollen omgekeerd. Ja. Welkom, lieve Van Gils. Ja, ja. Dank je, u. U, Alex. Ja. Heel, heel raar, heel raar vind ik dit. <laughs> ja, hè? ja, ja, ja. Dat is de wereld op zijn kop. Ja. Dat is weird, hè? want ik ben, ik ben al heel vaak bij u geweest. Ja. En ik vind dat ook altijd super tof om dat te doen. Hè? Ja. Ik ben ook on the record van dat vaak genoeg te zeggen. <laughs> dat ik ja, dat ja, leuk ja, vind. Ja, ja. Maar ja. waarom is dat daar zo moeilijk mee? Wat vind jij shit. zo? Want je, zegt dat, je hebt dat nogal gezegd in een interview. Dat je zegt: van Ik knijp altijd mijn billen bij in als mm -hmm. ik geïnterviewd moet worden. Wat ja, wat ik wil zelf interviewen. Ik wil zelf in de cockpit zitten. En die microfoon vast hebben. Zodat je zelf de vragen kunt bepalen. En een gesprek kunt sturen in plaats van gestuurd. Te worden. Dat is één, natuurlijk. Als je zelf de vragen mag stellen, dan komen ze niet uh, jouw richting uit. Ja. En ik, ik, ik praat ook niet graag over mezelf. Ik heb ook niet, 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 niet de idee dat ik, dat, dat, dat ik interessant genoeg ben om uh, ja, hoe lang duurt dit bijvoorbeeld anderhalf, anderhalf uur te bevragen. Nee, nee. En ik sta ook niet graag in. Ik sta ook niet graag in de spotlight. Dat is wel sta... grappig sta... voor iemand met ja, een talkshow het... missen een eigen naam. Dat, klik... ja, 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 die, die die zo, dat vond ik op zich al heel lastig. Ja. Want er is dan lang nagedacht over, over een uh, naam. En dan kwam iemand opeens met uh, van Geel zijn gasten. En, uh, dat, het, bekt, het bekt natuurlijk goed. Mm -hmm. En het is, ook, uh, het is ook helemaal wat het is. En wat mm -hmm. het maar is. Maar ik wil ja. mij pff, liever niet. Maar goed, dat vond iedereen en dat vond de bazen dan toch maar het beste, beste idee. Dus ging het dan toch van Gils en Gasten heten. Ja. Maar ja, ik weet dat het raar is voor iemand die, um, die elke dag met zijn kop op tv komt, um, dat hij toch liever niet in de spotlights staat. En, en, en dat is toch zo? Ik sta niet graag op een podium. Want je eerste stappen in, in de talkshow-wereld was met Farah, neem ik ja. aan. Hè. Was ja. dat een allereerste keer? Ja, ja dat was het. Hoe ze er ja. daarin ge, wa, Waarom? Ja, als jij echt iemand zegt, zegt geef mij maar... Hè, daarvoor waren de ja. sportjournalisten. Ja. En zegt iemand dat voor een heel specifiek vakgebied ja. even zijn expertise geeft... Hm. Je hebt veel radio gedaan. Ineens kom je op tv ja. en jij zit naast Farah. Ja. Waarom? Ja, omdat Farah mij gevraagd heeft. Okay. Ja, en ik had geen haar op mijn hoofd dat er aandacht. dacht... Om uh, ooit talkshow host uh, te worden. Het is een het is het droom van, 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 van alle missen. en van, van, van iedereen die een carrière wil uitbouwen op TV. van ooit eens een talkshow te mogen doen. Ik heb dat nooit willen doen. Ik heb dat nooit naar verlangd. Mm -hmm. Maar plots kreeg ik de vraag. Ik zat op de sportredactie en uh, men zocht iemand om naast uh, varen als sidekick. Hè, heet dat dan in ja. de eerste instantie? Zij ging een uh, late-night talkshow doen. Dat was toen uh, nieuw. En ze zocht iemand om met haar mee te presenteren. Maar ik, ik, zat, ik zat bij de sport perfect. Ik mocht daar. Alle toffe dingen doen. Ik mocht naar, naar de Ronde van Frankrijk. Ik, mocht, uh, ik heb alle um, uh, uh, Grand Slams uh, verslaan. Destijds was het, mocht je nog ter plaatse gaan, toen waren er nog veel meer middelen. Mm -hmm. Ik ben op een WK voetbal geweest, WK wielrennen. Overal. Dus ik, dat hoefde voor mij echt niet. Maar toen, ja, toen, toen zeiden ze: van, Kom dan toch op zijn minst eens een, een screentest doen. En dan doe je dat. En Sander en Dag stonden, Vara en, en Greet Nagels, de eindredacteur, aan, aan, aan mijn deur. Om te zeggen dat ze mij per se wilden. Ja. Dan heb ik mij laten overtuigen. Echt, en zo is het vaak in mijn carrière gebeurd. Hoor. Ik wilde <laughs> bij Studio Brussel destijds ook niet weg. Ja. Ik ben eigenlijk een heel loyale en een heel honkvaste kerel. Als ik ergens graag ben, dan wil ik daar liefst zo lang mogelijk uh, blijven. En dan, uh, dan moeten ze, ze, hebben mij bij, de, bij Studio Brussel ook bij mijn haren weggesleurd naar de sport. Ja. En dan besef ik vaak wel, als je dan um, van omgeving verandert... Uh, en van Job dat dat heel verfrissend is. Ja. Dat, dat is heel verrijkend, dat is eigenlijk ook wel prettig. Maar ik heb vaak zelf niet de moed om die beslissing te nemen. En dat verhaal van die talkshow, dat is dan eigenlijk ook zo verder gegaan. Hè? We hebben dan 2,5 seizoen van Vara gedaan. Um, Vara wilde toen iets anders. Ik zeg goed, terug naar de sport, perfect. Ja. En dan kreeg ik op het einde van de zomer, want dan, 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 dan hebben ze een aantal dingen uitgeprobeerd. En op den duur wilden ze iets met uh, Dirk Abrams doen. Ja. Maar Dirk zei: uh, ik wil het alleen doen als ik het samen met uh, lieve van Gils kan doen. Ja. Maar ik dacht: <laughs> Dirk, ik, ik kende Dirk. Maar ik Abans, wou terug nou, naar nou, de ja, sport, ik wou terug naar de sport. En dan was ik eindelijk terug. En ik wou <laughs> absoluut niks met Dirk Abrams, want ik kende die van bij de sport. Hele ja. simpele hè. Dirk Abrams, absoluut niet. Ja, ik en, denk dat. Is dat diegene die. Uh, die. Gij, um, die. Gij die. Jij omschreef je wel als een redelijk belangrijk iemand, hè, Dirk Abrams? Ik ben soms niet zo thuis in Vlaamse tv dan in Andries. Dirk Abrams is een. voor sport was wel een icoon, hè? Ja, ja als, bedoel, destijds als, 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 als. verslaggever. Een van, geweldig, een, een talent, hè? En ook een en, enorme. ook een typische look. Ja. Zo, he, zo, ja. Zo, dat is een verschijning. Ja. Juist. Juist. Ja. Ja. En dan ook als baas. Hij he, heeft dan even lang bij VTM gepresenteerd. Ja. En dan is hij aan ja, sportredacties uh, gaan leiden met veel autoriteit, maar heel veel kennis van zaken. En mm -hmm. ik ging nooit van zijn leven met hem gaan presenteren. Maar je doet dan weer een screentest ah, ja. of een proef op verzoek. Ja, ja. daar is hij. Ja, Kijk, ja. foto van ons beiden nog, ja. ja nog En dan heb ik me ook weer laten ompraten. En dan. Alex, ik heb nu al een rode draad ja? met alles ja? in uw carrière. Ja? Ik heb mij laten ompraten. Ja, ja. ik laat me dan verleiden. Ja. En wat gebeurt er? Na zes afleveringen krijgt Dirk Abrams een hartaanval. Ja. Echt, hè? Want hij is nog altijd ziek. Ja, hè? Maar, ja, nee, nee, ja. Nee, of, nee, of is hij beter. Is, nu? Is geen, hij is genezen. Ja. Uh, het gaat uh, goed met hem. Maar ik bedoel, uh, ja, dat was een zware operatie. En ik zat daar alleen. Mm. En ja, toen, toen, toen zeiden ze van, ja doe de komende weken alleen, we gaan, we gaan wel zoeken, we gaan wel iemand vinden. En op een duur is dat dan van, ja, tot aan de kerstvakantie en, en doe dan het seizoen maar uit. Mm. En op een duur heb je dat seizoen helemaal op je eentje rondgemaakt en dan voel je van, mm, alleen gaat het ook. Ja. En alleen is het op een bepaalde manier ook makkelijker, want je moet met niemand rekening houden. Ja. Je kunt zelf je vragen stellen en je kunt veel meer improviseren, hè. Ah ja, je, je bent je eigen baas, ja. baas van je eigen blad. En dan voel je wel, het komt allemaal op jouw schouders, maar je hebt wel de luxe van, je kunt zelf de keuzes maken. Hmm. En je moet niet rekening houden met, met iemand die naast jou zit. En zo, zo, zo ben ik op mijn eentje blijven verder boeren. En in iets gesukkeld, ja. zo is het echt gegaan, maar ik zelf echt niet om, om gevraagd had. En nu zijn we het bijna tien jaar verder nu zit ik daar nog, hè. Ja, en je bent nog altijd prime time aanwezig op de tv, ja. eh, vier dagen per week. Ja, dat zot, hè. hè. Dat is ja. zo. En, en het is ook wel zo dat je hè, de, voorbije, um, de voorbije half jaar misschien heb ik, heb ik het gevoel gekregen dat het heel even ineens heel bon ton was om... Uh, ...niet meer fan te zijn ja. van Van Giels ja. en gasten. Ja. Hè? <laughs> dat is ik zo Op het einde van het jaar... Eh, uh, ...merkte ik al met de morgen dat hij zo aankondigde... Van, ...want ik heb er nog mee gelachen... ...met Sophie, denk ik, van uw redactie... <laughs> ...dat wij zoiets hadden van... Uh, ...ah, oké, okay, jij bent nu ineens één van de vijf programma's... ...die te vermijden zijn... Ja, hè? Ja. Dan uh, denk ik ook dat een, een goede vriend van mij, maar zeker iemand die jij ook goed kent, Xander de Rijken, die je nu ja. ook niet gerust laat. Nee, 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 nee. En je krijgt eigenlijk constant, uh, nu is het ineens uh, de kritiek, er was ineens een race aan de gang met Gert Late Night. Want ineens ja. was dat een heel ding van wie is hier de populairste talkshow ja. host. En oh my god, hij ja. gaat lopen met de kijkcijfers ja. van Van Gils. Dat heeft wat in gang gezet hè? Hoe, ja, en hoe wij, want, want jullie zijn ook een tijdje... Off-air gegaan. Hè? Een paar, het, had dat daar iets mee te maken? Of was dat een soort nee, dat, herbromming? Nee, dat, uh, uh, dat is te zeggen. We zijn twee weken off-air gegaan omdat de verkiezingen eraan kwamen. Oh, ja. En dan moeten er uh, op de openbare omroep uiteraard verkiezingsprogramma's gemaakt worden. En dan speelt er ook nog iets mee. Dus per periode, ik weet niet of je dat uh, kent, dat betekent dat in, uh, dat in, 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 in entertainmentprogramma's wat ik dus uh, uiteindelijk wil presenteren, mm -hmm. um, op de openbare omroep, zes weken lang voor de verkiezingen geen politici mogen worden opgevoerd. Ja, ja, dat moet ja. onder, onder uh, het huis dan van de nieuwsdienst zijn, van, ja. van, van Nieuwsdienstprogramma. Ja. Nu ben ik zelf al iemand van de nieuwsdienst. Mm -hmm. uh, nog steeds eigenlijk. Maar goed, dat moet dan um, binnen die constructie van alle programma's die onder de nieuwsdienst uh, vallen. Komen. En dus mocht ik in die periode ook geen, geen politici interviewen. Ja. En Gert um, uh, op zijn boot, die kon dat wel doen, want de commerciële omroep die is natuurlijk aan die regels niet gebonden. Dat is bijvoorbeeld iets dat heeft uh, meegespeeld. Dan zijn wij we twee weken uh, off-air, ja, dan, dan, dan kun je jezelf ook niet manifesteren natuurlijk. En juist in die periode zijn ze dan plots uh, Gert uh, Late Night gaan vergelijken met uh, Van Gils en gasten. Mm -hmm. En um, Gert is destijds wel begonnen als een, een, een talkshow, bijna zoals uh, die van ons, maar is nu uitgegroeid tot iets helemaal anders, denk ik. Tot ja. Tot een evenement. Ja. En, en, en ze, ze doen dat in hun genre fantastisch goed. Ze hebben er goed over nagedacht. Ja. En, 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 en dat werkt. En uh, dat slaat aan, maar dat is een heel ander programma dan wat wij maken. Uh, bovendien zat uh, Geert destijds heel erg late night ja. uh, in, in, in zijn eerste seizoen. Maar die heeft nu een, uh, een vast slot gekregen. klokvast beginnen om uh, 20 voor 10. Op 4, dat is echt, echt wel uh, primetime nog. Ja. En wij beginnen zo ja, ergens tussen. Soms, soms beginnen wij om 5.14 en soms is het half 11. Dus dat schommelt allemaal nogal wat. Dus ik zou ook heel graag een, een klokvast uur hebben. En ja. daardoor is Gert natuurlijk. Als je dat vergelijkt met dat eerste seizoen, heel wat kijkers gaan uh, bijhalen. En ja. heeft hij zelf eens één keer uh, meer kijkers gehad dan wij. Maar dan word je natuurlijk, zo werkt het in de media, ja. dan word je tegen elkaar uh, uitgespeeld. Ja. Uh, terecht, onterecht, of uh, dan moet je natuurlijk, natuurlijk maar tegen kunnen. Maar onze kijkcijfers, als we die vergelijken met vorig seizoen bijvoorbeeld, dan uh, zijn die zelfs in die periode uh, lichtjes gestegen. Ja. Dus, um, maar voor iemand die. Een carrière heeft gehad, zoals die van u waar je mm. eigenlijk zegt: alles is een klein beetje toevallig gegaan. Ik wou niet <laughs> altijd daar zijn, uh, maar je zit dan wel op zo'n primetime positie. Mm. Deert die kritiek u dan? Of is dat iets dat na al die jaren dat je een soort olifantenvel uh, kweekt en dat je weet hoe dat het werkt? Was dat maar waar, Andries? Mm. <laughs> Kon ik dat maar zeggen? Ja. Dat het uh, uh, als, als een eend, um, olie op een eend of water op een eend, zomaar allemaal van mij afgeleed. Of als ik ja, ja, een, een olifant van te veel had. Mm -hmm. Natuurlijk niet. Ja. Alles doet pijn. En wat Alles doet, wat je en wat, en wat doet ah, dat dan mee? Dan uh, het gevoel van uh, wij moeten hierbij sturen, ik moet hier iets aanpassen. Of net niet, of ik moet net. Nee, zomaar, zomaar, zomaar bijsturen of aanpassen. Nee, ik denk dat we, we weten waar we bezig mee zijn. Mm. We, we doen dat ook in overleg met één. Uh, met Want je maakt een programma uh, op vraag van een net. Hè? Een, bestel, een net bestelt eigenlijk een, een, een programma bij de makers. Daar komt het wat op neer. En dan overleg je. Je vraagt aan het net wat wil je dat we maken? Ja. Um, en dan probeer je dat zo goed mogelijk concreet te maken en, uh, en in te vullen en uit te voeren. En ja, één is daar heel tevreden over. Um, dus om dan nu plots te zeggen: van ja, dan gaan wij bijvoorbeeld meer richting uh, 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 evenementenshow uitgaan. Ja. Nee, nee dat, dat, dat gaan we niet doen. Maar nee. dat. Uh, die kritiek die raakt je natuurlijk wel. Ja. En het, het spijtige is dat het soms heel erg moeilijk is om je daartegen te verdedigen. Want iedereen schrijft natuurlijk maar op. Ja. En, 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 en daar is een, uh, een sneer, en daar is een commentaar, en daar is een uh, flauwe grap. En maar op een duur wordt het, zoals je zegt, dan, de, de, dan wordt je bijna geframed. En dan wordt het, dan wordt het uh, bon ton ja. Hè? Ja. Um, om, om, om er eens mee te lachen. En daar kun je je heel erg moeilijk tegen wapen. Het enige wat je kunt doen. Is je rug rechten en proberen uh, zo goed mogelijke programma's te maken. Ja. Uh, en zo uh, ja, het tegendeel te bewijzen, totdat er toch eens iemand ziet en zegt van, hm. Ja. Dat je, is toch zo slecht niet? Want je <laughs> hebt toch, nou. toch het gevoel dat, want ik vond dat ook, ik bedoel, het is heel grappig, want je want ik, zeg, ik heb het ook niet zomaar gezegd, bon ton, het was ook echt letterlijk alsof het ineens omgeslagen was. Hè? Alsof iemand dat beslist, zo, dat was het wel, het wordt tijd dat die nu al de kritiek krijgt. Hè? En ja, het... nou, zo komt iedereen eens aan de beurt, dat, zal wel... dat moet je ook wel beseffen. Ja. En, en uh, ja, op den duur is het, ja, zoals je zegt, hè, bon ton, mm -hmm. en begint, ja, dan doet, zegt die dit, en dan voegt de ander dat daar nog aan toe, en dan... Uh, dan zit je eventjes daar in de hoek, <laughs> ja. waar je af en toe eens een, een tik krijgt. Hè? Want en... de combinatie is natuurlijk hetgeen dat je dat, dat u verschillend maakt van, van hetgeen dat Gert doet. Gert mm. is inderdaad, wat je zegt, meer een evenementenshow. Iedereen komt daar wat zitten, het is allemaal wat meer voor de lol, het is allemaal wat losser. En in zijn jaren supergoed gedaan. Hè? Ja, absoluut. Maar een hele andere insteek, omdat je vaak, en dat heb ik ook bijvoorbeeld gemerkt, met een aantal keer bij u te zitten, mm. dat, omdat je... Een combinatie probeert te maken, ...en wat je altijd hebt gezegd, van een soort uh, onderzoeksjournalistiek of serieuze journalistiek, en je mixt dat met entertainment en mm -hmm. met dingen die, die losser zijn of gemakkelijker zijn, dan krijg je soms zo van die redelijk botsende momenten. Ja. Dat gevoelt ja. van. Van ja, we hebben het net gehad over de aanslag in Luik bijvoorbeeld. Ja. Ik herinner mij dat nog dat, wij, hè, dat ik bij u kwam zitten. Dat was die en dag gebeurd. Ineens kwam de minister erbij, hij moest alles omgooien. Hm. heel die redactie, in Rep en Roer, die komen er zitten. En een politieagent en een advocaat erbij. Hm. Dat wordt ineens zo'n mega serieus gesprek. Ja. En daarna komt hij naar mij: Allee, Alex, kom je die. Hè, zo. Ja. En dan voelde zo die. Hè, of, of hetgeen dat bijvoorbeeld. Sam in zijn oudejaarsconferentie geeft, hem zo'n heel voorbeeld van een hm. aflevering. Bovendien dat je praat over een, een, een peuter die gestorven is of zoiets. Mm -hmm. En daarna mm -hmm. komt um, Bart K.L. Uh, een ja. soundmix nummer zien. Ja. Hoe jongleerde je dat soort dingen? Dat je het gevoel hebt van. Deze moet een beetje overkomen, dat dat niet moeilijk of raar wordt. Ja, soms uh, besef ik ook wel. Nu moeten we een verschrikkelijke bocht maken. Ja. En is dat uh, heel moeilijk. En dan komen die mensen aan tafel zitten. die hebben het ook wel eens meegemaakt. Ja. Uh, en dan. Die, die, die excuseren zich bijna. die voelen zich schuldig. dat ze na zo'n uh, serieus. en ja, ja. hyperrelevant onderwerp. Absoluut. <laughs> <Sorry. ja, laughs> ja. over zoiets licht uh, moeten komen praten. Ja. als over een, een, een comedy show. Ja. Of, 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 of over een nummertje. of over een, een plaat die ze gemaakt hebben. Ja. Maar goed, ik vind dat dat is. Uh, Langs de andere kant ook de luxe van het programma. En dat is het programma dat we willen maken. Hmm. Wij willen ja, nu, je zegt onderzoeksjournalistiek, dat is natuurlijk wel een beetje overdreven. Je we hebt om... wel de, de PANO-reportage bijvoorbeeld. Ja, openbaar ja, maar dan, gemaakt, dan is hè? het onderzoek. De, de onderzoeksjournalistiek is dan gedaan door de collega's ja, natuurlijk. Ja. Maar dan gaan we daar. Dan gaan we daar op Jij verder. maakt het openbaar. Ja. Ja, en dan trekken we dat verder open. En dan praten ja. we daar. We, 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 we proberen in het programma ook al, dat is een beetje de core ervan denk ik, mensen uit verschillende disciplines uh, samen te brengen. En dat kan dan inderdaad zijn politiek. Comedy, uh, muziek, cultuur, hoge, lage cultuur. Je brengt ze samen en je laat ze praten samen over dingen die op dat moment relevant zijn in de actualiteit. Zijn. En je laat ze aan elkaar snuffelen. En de, de beste momenten zijn de momenten voor mij waar ik als presentator helemaal overbodig word. Mm -hmm. En dat, voel, dat zie ik dan aan, aan de lichaamstaal ook van de, van de gasten. Ze draaien zich weg van mij ja. en ze beginnen met elkaar te spreken en ze beginnen, beginnen elkaar te bekritiseren of elkaar vragen te stellen of ze beginnen met elkaar uh, te lachen en dan dan voel ik van oké okay, laat, laat het nu maar gaan ik heb een aantal vragen in mijn mouw en misschien moet ik dan niet moet ik die dan niet meer stellen perfect als het dat uh, als dat, dat, dat gesprek echt loopt, moet ik alleen maar meesurfen. En dat is een geweldige luxe. En dan hoor ik soms, dan stel jij bijvoorbeeld, Alex, ja. een vraag die ik zelf had willen stellen. Ja. Omdat ik die... die ik vond dat, dat, ja, maar dat vind jij ja, helemaal niet erg, Dat vind fantastisch. Dan zeg ik, ja, ja yes. Maar is dit... als, als jij daarmee komt, ja. dan mm -hmm. komt dat bij een kijker en bij iemand aan tafel, die aan tafel zit, veel um, directer binnen dan dat die vraag van mij komt. Of nog beter, je stelt een vraag waar ik zelf niet was opgekomen. Ja. Dat gebeurt ook. Dat ik zeg van, wow. Vraag. Kunnen we dan misschien niet stellen dat jij misschien soms te weinig ego hebt om een talkshow-host te organiseren? Misschien, ja, maar bedoel, ik bedoel, ik, ik probeer als. Dat is niet wat je nee, voor nee. moet verantwoorden, nee, natuurlijk. Ik nee, probeer als host heel dienend. Maar heel als, je heel dienend, bij de, ja. als je bij de collega's gaat zien in het buitenland bijvoorbeeld, mm -hmm. daar kun je veel over zeggen, maar niet dat die geen ego hebben. Want nee. dat is, daar gaat, helpt het soms aan de andere kant. Nee, en in sommige ik... gevallen is zelfs te erg als je iemand, gelijk een Jimmy Fallon, ziet dan is je eigenlijk bijna zoiets van, waar komen nu gasten hier ja, doen? Ja, want en het ik, gaat altijd over u. En ik denk, ja, ja, ja. En, maar, maar pas op, die gast. ik zou dat ook dan niet, dat kan ik dan ook weer niet. Nee. Die gast kan dat natuurlijk, ja, Hij ja. is zelf ook een showman, ja. en die kan dat zelf ook helemaal uh, dragen, en die zorgt zelf ook voor, voor humor en voor, voor, voor input en voor show. Ja, sorry, maar die gave heb ik niet. Dus ik moet het op, op zo'n manier doen. He, ik, moet, ik, moet, uh, ik moet zorgen dat, 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 dat de anderen scoren. Ja. Uh, dat is eigenlijk jammer ja. dat dan die authenticiteit, hè, want dat is heel oprecht, dat, mm -hmm. dat dat dan soms resulteert in de kritiek. Ja, vooral in de kritiek, nee. want dat is, het, dat is de grootste kritiek, dat dat van de meeste mensen komt als ze over u iets te zeggen hebben. Dan is het net dat, wat jij zelf eigenlijk, omdat ik u ken en omdat ik ja. al vaker bij u te gast ben ja. geweest, weet ik ook dat dat uw filosofie een beetje is. Dat jij graag hebt dat het. Zo hard ontstaat tussen uw gasten ja. dat jij niet meer van belang is. Ja. Ja. Terwijl de meeste mensen nemen nu degene die dan kritiek hebben, zal ik maar zeggen, die nemen u dat kwalijk. En die hebben zoiets, ja, die presentator doet er dan niet toe. Ja, nee, maar dan, als, dat, dat, dat is het beste compliment. Als ik de, de presentator. <laughs> ja, eigenlijk ik vind dat het, het grootste compliment. Maar dan moeten natuurlijk ja. de gesprekken zelf wel swingen. Ja. En um, ja, we maken er vier per week, vier onderwerpen, je brengt dan gasten samen. En er zijn momenten dat ik, dat, dat ik daar zit te genieten en dat ik weet van uh, hier ontstaat iets aan de tafel en dit, dit is echt, echt wel een fijne show. Mm -hmm. En dan uh, spring ik in mijn auto als ik uh, ja, iedereen gedag gezegd heb, want er is altijd een, een, een moment van uh, een spin-off moment daar bij ons ja. in de foyer. Maar dan rij je naar huis en dan, dan, dan zit ik te zingen en te brullen in de radio, maar er zijn ook momenten. En, en, en ik voel dat op het, op, op, in de show zelf al gebeuren hè. Ja. Dat ik zeg dit, 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 dit leidt nergens toe, dit gaat helemaal, uh, dit gaat fout. En dan moet ik trekken en sleuren om, 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 om gasten nog op een bepaald spoor te krijgen dat er, dat er wel te doet. En om daar ritme en dynamiek in te krijgen. En dan voel ik van, oh, oh, deze show is een, een, slag, een slag in het water. Mm -hmm. En dan, 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 dan kan ik mijn stuur opvreten. En dan rijd ik dood, dood, dood ongelukkig naar huis. Hè? En dan moet je maar denken, ja. Uh, morgen proberen we een betere te maken. Maar dat is natuurlijk een risico dat je neemt. Enerzijds heb je die, die geweldige spagaat. Die geweldige spreidstand die we in het programma maken. Mm -hmm. We proberen iets te maken van de dag zelf. Met dagactualiteit. Dus we houden altijd een plaats open. Die moet je dan in de loop van de dag nog. Invullen. Dan be ja, we bellen morgens met elkaar, uh, brainstorm, redactievergadering, eindredacteur erbij. Dan beginnen we al ja, lijntjes uit te gooien. Maar dan moet de gast die je uitnodigt nog passen bij de rest van de tafel die je hebt samengesteld. Soms moet je dan iemand anders afbellen om een, een beter evenwicht te krijgen. En dan op den duur is die puzzel er. En, uh, en dan begin je. En dan heb je iets van dagactualiteit. Maar we moeten ook zorgen dat we. Ja, Kijkers, genoeg kijkers kunnen bekoren. Je zit um, um, op één, dat is een generalistische zender. Dus ik moet ook zorgen dat er een zekere lichtvoetigheid, dus misschien veel mm -hmm. gezegd, maar een zekere toegankelijkheid um, bij blijft. Dan moet je er ook nog rekening mee houden. Wow. En dan proberen wij ook nog, ja, ik zeg het, hoge en lage cultuur: wij gaan inderdaad van, van, van Bart Kael tot uh, operadanser uh, um, um, Wim van Lessen. Hè. En dan uh -huh. soms is die spagat te groot. Hè. Ik heb eens een keer een uitzending gemaakt. Aan de ene kant van de tafel, K3. Ja. Yeah. En aan de andere kant zat uh, Rinus van de Velde, kunstenaar, samen uh, met... Uh, wie zat er ook al bij? Was het de Colin van Amendra dat je erbij zat? Ik ja, weet niet? het niet meer van buiten. Ik ja, denk ook zo met K3. Uh, dat zou kunnen. Dat ja. kan maar wel, Maar dan ja. merk je op een gegeven moment, ja, dit, dit, dan zie je Rinus naar K3 kijken. En uh, dan zie je K3 naar de overkant van de tafel kijken. Ja, Philip van Kouteren van het Smak zat erbij, ja. Mm. Um, en dan zie je die naar elkaar kijken van... Uh... <laughs> wij <laughs> hebben niks met elkaar <laughs> te <laughs> niets, maken. Niets. Ja. Ja, en dan, maar, net, dan voel... maar, maar soms heb dat... je dan toch het gevoel, dat kan een hele unieke dynamiek opleveren. Dat kan een bonus, kan leven, een bonus zijn. Maar ja. soms, zoals je net zei, soms, soms vloekt dat. En dan, 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 dan kom je er uh, niet uit. Maar dat zijn dan de risico's die je neemt. Plus, wij monteren niet. Hmm. Ik moet uh, gesprekken van 10, 12 minuten en dan moet alles, alles gebeuren en alles moet goed vallen. Ja. Um, als, je, als je achteraf kunt monteren, dan kun je bepaalde gesprekken laten lopen en als ik, dan weet ik van oef, ja. straks uh, Knippen de we schaar erin ja, ja. en we beginnen opnieuw. Maar ik, die luxe heb ik, uh, heb ik ook niet en daarom ja, loopt het soms helemaal niet <laughs> zoals ik zelf ja. zou willen en dan, 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 dan blijf je heel, heel gefrustreerd achter. En heb je dan ooit het gevoel, als je... Als je um, want je hebt vaak heel veel gasten. Hè? Ik heb er mm. ooit eens een bij u gehad, dat dat een dans was, ja, tot en met. Ja, ja. Omdat er zoveel volk was, dat er die een dag zat. Ik denk dat jullie hebben inderdaad wat gezegd. Je houdt plek open voor, voor, um, voor iets van de, de actualiteit. Of om meteen te kunnen springen op iets dat gebeurt. Mm. Dat gebeurt dan ook. Die komt er dan ook nog eens bij. Ja. Dus je, je krijgt zo'n gigantische stoelendans. Heb je nooit het gevoel dat je, dat je zou zeggen: Ik wil die een talkshow nog wel doen. Maar ik doe dat met maximum twee gasten Natuurlijk of met wel. drie gasten. Natuurlijk. En ik heb er langere gesprekken mee. Het zou veel comfortabeler zijn. En waarom, wordt dat, waarom wordt dat niet gedaan? Of waarom doe je dat? Niet? Um... Om wat ik net uitlegde, denk ik, dat je moet proberen om zoveel mogelijk um, kijkers mee ja, in dat bad te krijgen. Ja. Um, en op, op dat moment, op die zender, op één, moet je toch ook een zekere, toch nog een zekere dynamiek in je programma houden en een, 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 een vaart. En als je dat met weinig gasten doet en je neemt je tijd om die. Ja, heel rustig te interviewen en, en, en de luxe ook te nemen om dan wat in de diepte te gaan. Ik <laughs> zou dat veel, veel liever doen misschien en veel prettiger vinden. Mm -hmm. Maar de uitdaging is om ja, er toch voldoende afwisseling in te krijgen. En andere mensen daar ook hun zegje over te laten doen. Want dat, is dan wel, dat zijn de beste momenten. Hè? Ja. Dat, je, je haalt er dan een expert bij of, 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 een, of een betrokkenen. Maar dan komt er plots van aan de andere kant van de tafel... Uh, Iemand. Jij of... of, of Tom Leenaerts met die, voor... ja, met ja, die twee ja, politici. Ja, ja, dat was dat fantastisch. Maar je was uit Christophe Calvo en... en Peter de uh, Rover. Ja, ja, Peter de En die zitten er tegen elkaar wat te bekvechten. En ineens zegt hij... Hey, waar zijn jullie mee bezig? Ja. En vooral ook het moment dat hem zegt, wat, wat ik heel schoon TV vond, was dat hem zei: oh, Als gaan gevallen wordt, dan kunnen we wel overeenkomen. Ja. Omdat die dan meteen ja. ineens in de verdediging front, schieten ja. van hun eigen ja. ambt en hun eigen en, job. Juist. Omdat ze in vraag gesteld worden door iemand aan de overkant van de tafel. Plots hebben ze door: Fuck, wij zijn hier een slechte beurt aan het maken. Ja. Terwijl ze tot op dat moment, een kwartier lang, van zichzelf denken: uhm, Ik ben hier goed bezig. En ik ben mijn uh, collega hier uh, weg mm. aan het uh, drummen, ja. uh, Not, hè. Nee. En er was nog iets, bedoel, uh, want dan, dan kwam er ook achteraf veel kritiek van: uh, uh, politici moeten toch met elkaar kunnen discussiëren, uh, natuurlijk. Mm -hmm. Maar er was die avond toch wel iets uh, vreemds aan de gang, en daarvoor moet je het misschien nog eens terug bekijken. Of moest je misschien in die studio zitten? Mm -hmm. En het is daarom denk ik dat Tom ook zo heftig reageerde. Die twee die waren niet alleen met elkaar aan het uh, discussiëren. Maar die waren echt uh, gemeen ja. tegenover elkaar. En je voelde dat ze elkaar echt, echt niet graag hadden. En dan kwam er zo'n opmerking links van de ene, rechts van de andere. Was ik, dat al voordat de uitzending nee, op de gang was, nee, of gewoon nee, tijdens toen de de uitzending. bezig was. Ik heb was. het op een gegeven ja. moment ook gezegd. hey, hey. Tijdens dat interview, wat is dat hier met jullie? Jullie zijn er echt iets persoonlijks van aan het maken. Er hing een heel raar sfeertje ja. um, in de studio. En de mensen voelen dat. Die, die beginnen dan ook wat te schuifelen op hun stoel. Die worden wat ongemakkelijk. Mm -hmm. En juist op dat moment... Want ik had al eens naar Tom gekeken. Mm -hmm. Want ik heb dan een eindredacteur die mijn oortje zit. En die houdt aan de andere kant van de tafel in de gaten. Want dat zie ik dan niet altijd. Mm -hmm. En die zegt, Tom wil reageren. En ik had alles een lijntje uitgegooid. En, en hij bleef stilzitten. Maar dan plots um, nam hij zijn moment en hij had nog maar één zin um, uitgesproken of het publiek begon al te applaudisseren. Omdat die ook voelde van... De ontlading. Ja, ja. Man, is er, wat is hier eigenlijk <tie> aan de gang? En toen besefte die twee ook wel, denk ik, van ho, 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 um, zoals we het hier hebben aangepakt, dat is niet goed. En dan, dan krijgen ze dat natuurlijk niet meer recht. En, 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 en Tom die klopt dan nog eens op die nagel ja. En klopt nog eens op die nagel. Spijtig is, en dat dan, dan is weer het nadeel van dat programma natuurlijk. We waren, al, we, waren al, we waren al heel ver uitgelopen. En ik weet, er moeten nog drie andere gesprekken komen. Ja. Maar ik moet ze dan natuurlijk eerst nog, uh, nog even laten reageren. En nooit laten reageren. Maar die twee wilden natuurlijk toen nog graag. Een extra kwartier om dat allemaal uh, recht te zetten. Ja. Maar op dat moment <laughs> moet ik op een gegeven moment dan toch afronden. En dat is dan doodjammer, hè? ook als, 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 te, als tv Maar Ik voel mm. dat ook wel natuurlijk op dat moment. Dat is het moment van de uitzending. Ja. Maar ik kan dat dan nog een beetje uitloop geven. Kan ik achteraf monteren? Ja, dan knip ik die eerste tien minuten eruit, bij wijze van spreken. Ja. En dan begin ik daar. En dan gaan we daar verder. Maar ja, we gaan live, of uh, live on tape. Ja. En. Uh, ja, dan moet je het daar op dat moment ook als presentator oplossen. Hè. Want als je live on tape gaat, dan kun je echt een minimum aanpassen. Hè? Dus eigenlijk ja. bijna. Nee. We zijn er ook niet op voorzien. We hebben daar de middelen ook niet voor. Dus als er, als er, als er nu plots een lamp naar beneden valt, uh, op iemand zijn hoofd. Ja, dat is, nee, dat is, ook, dat is ook de vraag. Dat is goede televisie misschien. <laughs> dat denk denkt er vanaf ja, op de ja, ja, kop ja, 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 dat die lamp valt. Maar uh, ja. daar zou ik wel naar blijven ja, kijken. Ja, in moet je, dan, geval. ja, dat zou je, ja. je niet Maar zo van ja. die heel. Uh, dingen die technisch verschrikkelijk fout gaan. dat kunnen we nog wel oplossen. Hm. Maar als, als, uh, als ik zonder microfoon val. Uh, dan brengen ze mij live. dat heb je misschien ook wel eens meegemaakt. een, een handmicrofoon. Hm. Dus we proberen dingen onderspot uh, uh, op te lossen. Um, maar soms moet er dus ook wel eens iets gebeuren dat, 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 dat er iets gezegd is geweest aan tafel, waarvan dan de gast achteraf komt vragen. Oh, dat vind ik nu zo verschrikkelijk. Ja. Kun je dat er niet uitknippen. Uh, en dat we dat dan wel eens een keertje gedaan hebben, terwijl we dat eigenlijk niet hoeven te doen. Want mm -hmm. de gasten weten dat. Het is live on tape. En dat is ook het voordeel natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Dat is een geweldige luxe voor de gast ook, dat hij weet wat hier gezegd wordt, wordt uitgezonden. Ja, ja, dus er gaat niemand, ik kan het gesprek achteraf niet manipuleren nee. of, of de ballast eruit gooien, dus ik vind dat, dat dat maakt het gesprek ook authentieker en ook eerlijk ten opzichte van je gasten wat hier gezegd wordt wordt uitgezonden, maar dan moet je natuurlijk de bluts met de buil nemen als je zelf iets zegt wat niet zo ongelukkig is. Um, ja, sorry. Ja. Stel dan nu um, omdat we hebben altijd de indruk dat we gisteren aan het researchen waren dat sport de grote liefde is mm -hmm. of toch? Dat is een grote een, een grote liefde. Ja. Um, van Giel zijn Gast is heel divers, hè, zoals u zelf al zei. Mm. Stel dat Lance Armstrong er zit. Mm. Zeker in volle. Hè, toen dat alles ja. naar buiten kwam, en nu is dat ook weer iemand die, waar je ook gewoon voelt dat het terug de goede kant onthoudt. Mm. Gaan is voor hem. Ik um, denk dat, dat uh, soms wordt er wat verwijt gegeven dat het soms, zoals u zelf al zei, een beetje voor iedereen moet zijn. Dat het soms wat scherper mag. Zo iemand als Lance Armstrong, zou dat makkelijker zijn om die uh, volledig. Ik zal zeggen, te fileren om het nu te noemen, omdat je misschien daar zoveel achtergrond voor hebt. En als je elke dag een talkshow doet, moet je in principe een, een, een expert zijn op, op tien vlakken. Als er een operazanger ja, komt, een politici. Ja. Dat is juist, ik, ik moet een expert zijn op tien vlakken, maar dat moet ik dan ook maar zijn. Hè? Mm -hmm. als, ik dan, als ik dan Armstrong wil interviewen, dan moet ik zorgen dat ik op de hoogte ben. Um, wil ik uh, Peter de Rover van NVA interviewen, moet ik zorgen dat ik op de hoogte ben. Wil ik K3 interviewen? Um, wil ik uh, Balthazar interviewen? Ja, je moet zorgen dat je, dat je mee bent. Hè. Dus mm -hmm. ik werk daar wel heel erg aan. Ik vind het dus geen excuus. Um, je bent geen uh, specialist. Dus je stelt geen pertinente vragen. Nee, ik moet zorgen dat ik ook kritische vragen durf en kan stellen aan politici. Ik probeer dat ook wel te doen. Ik weet dat ik soms dat uh, verwijt krijg. Maar dat is op een duur ook hebt, iets dat je, je meesleurt. Ik heb het ook ooit eens Zeker. gezegd. Want dat, dat was een, een uitspraak van u. die ik wel cool vond. Dat je zei van. Ik, eh, waar we eigenlijk weer een beetje in de lijn ligt met uw filosofie. Dat je zei: ik vind ik stel mijn vragen niet altijd met een fileermes. Mm -hmm. ik, ik denk dat als mensen op hun gemak zijn, dat ze gemakkelijker iets zullen loslaten ja. dan, dan, als ze, dan als je ze on the spot laat ja, zetten. Dat, het, het, is mijn techniek ook niet. Ja. het is mijn techniek ook niet. Het is mijn techniek ook niet. Het is in je persoonlijkheid met het, nee. ook nee. Nee, niet, nee, eigenlijk. Nee, je bent nee, nee. niet, niet een hele confronterende... Wij nee. he, van FARA het, hadden veel meer het gevoel van dat als je daar aan tafel gaat zitten, kun je beter... He, die ja, had, had zo'n soort dat is vintage vaar ja, die, ja. die heeft dat fileermes altijd wel bij de hand denk ik maar dat is natuurlijk ook een, een, Het heeft met het programma te maken mm -hmm. ik maak nu geen programma er mag gediscussieerd worden graag er mogen mensen van meningen verschillen liefst maar ik kom wel graag dan ergens op een gegeven moment tot een oplossing wij proberen mensen dan toch te verbinden dat ze echt naar elkaar luisteren en dat er ja consensus is veel maar dat er toch een echte dialoog komt vaak als je mensen tegen elkaar opzet een debat um, um, organiseert, dan, dan roepen ze ook maar wat uh, tegen elkaar en wordt er ook niet, uh, niet, niet, niet echt geluisterd. De kookboekenoorlog toen. Dat is ook wel geweldig, geweldig, Sandra, geweldig Sandra Beccari ah, ja, 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 ja. En, uh, ja. en Pascal ja. Nassus. Ja. En ze stapte. ik weet wel, we stonden in de um, uh, green room. Dus voordat we uh, gaan vertrekken, krijgen we dan nog in dat kotje. Je kent dat bij ons, mm -hmm. nog een microfoontje opgesteld. Ja. En ik hoor Pascal nog zeggen. Tegen Sandra, we gaan er een gezellige uitzending van maken. Ja, en het was vooral Pascal dat er geen gezellige uitzending nee, van wou maken. Had ik nee. de Goed indruk. bedoeld, maar. Uh, Want dat ze, was degene die zei: Ja, ik zie wel in uw boek dat je zegt van. Uh, met uw aardappelen en zo. maar uh, 23 van uw 26 gerechten zijn wel zonder aardappelen. Ja. En ik had, ik had het gevoel dat ze daar vooral haar grote gelijk wou halen. Ja. Met haar in. Ja, Sandra Beccari die zoiets had van, nee, ik vind dat niet. En dat werd een beetje kattig wel. Kattig, dat is nog, ja, het is ja. nog, nog zacht uitgedrukt. Ja. Hè? En als een sacoche hadden, ze, hadden bijgehad aan die tafel, dan hadden ze elkaar bijna geslagen, denk ik. Ja. Maar, maar ja, goed, dat, soms, soms heb je dat. Hè? Pascal ging daar met, met, met hakken in het zand uh, staan, dat had ze niet moeten doen. Mm. Maar Sandra speelde het ook heel erg uh, leep Meteen al in haar eerste antwoord zegt ze daar iets... Ze begint te zeggen, ja, maar mijn boek is geen dieetboek. Yeah. Terwijl ze natuurlijk heel goed weet dat dat het laatste is wat, 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 uh, wat Pascal met haar boeken wil maken. Hè. Die wil ook geen dieetboeken maken, nee. Nee, van zijn leven niet. Maar dus, dus Sandra was ook heel, heel, heel leef, vind ik, in, in, in haar terminologie en beseffende ja. van, ja, hier zit ik haar bovenop uh, op haar paard. Ja. En daar is dan... Ja, daar is dan uh, Ah, Pascal misschien een beetje ingetrapt. Zou dat zou, 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 zou eens geen idee zijn? Als, ik, als we toch naar moderne tijden gaan... Als, eigenlijk zouden zou, zou jullie al hier een uur kunnen babbelen over de highlights van Van Giels en Gassen in al die jaren. Mm. Misschien is dat eens geen slecht idee om daar een online contenting van te maken. Ja, zo doen ze dat tegenwoordig. Hè. Ja, maar, online, ja. Er is, maar ja. omdat er inderdaad... Het is, omdat je zegt van ik wil niet graag geweten worden, en ik moet er ook niet uren over hebben, uiteindelijk, wat is kritiek? Het is ook maar iets in een bepaalde hoek. En heel veel mensen zijn er ook niet mee bezig, maar die hoorden niet. Maar als je zo'n online best-of ja, zou maken. Als je iets doet dat echt in de kijker staat, krijg je het ook niet. Hè? Dus nee, het voilà. is ook. Het is ook wel een compliment nee, ook, Ik denk, dat, ook, he, ik denk de dat het tijd. marketinggewijs misschien wel eens niet slecht is, dat je mm -hmm. gewoon eens een compilatie maakt van, een, van ik zeg, ik zeg maar iets, de best of 2018. Sam Loïc, ja. ja. die, die zegt, ik de, ben dus momenten... een heksenjacht. Ja, he, ja dat was, daar is vier veel kritiek op gekomen, he? Ja, absoluut. Ja, maar, kritiek, maar goed, maar dat is goed, dat is kritiek, want dan ah, maak je iets los. Mm -hmm. En dan kun je daarover discussiëren, en daar vond ik wel dat we recht in onze schoenen stonden, want soms, komt de kritiek, soms, soms zijn gesprekken ook niet goed, hè? ik weet mm -hmm. het ook heel goed wanneer het niet goed is, hè? Mm -hmm. en dan kun je terecht zeggen, van dat, 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 dat leek nergens op terecht. Maar bijvoorbeeld Sam, Sam Loïc heeft daar een bommetje gegooid, maar ik had daar een politierechter naast zitten, Kathleen Stinkens, die dag in dag uit mannen, mensen als Sam Loïc, op een nummer zet. Mm -hmm. Uh, zij heeft dat toen ook gedaan Maar misschien was ze nog redelijk uh, Mild hmm. uh, En dan kwam er heel veel kritiek Ik had, uh, ik had uh, Sam uh, Loïc onder de, onder de zoden moeten steken Maar goed, als Kathleen Stinkens daarnaast zit Daarom had ik haar ook ook gecast. En dat maakt mm. dan heel veel los, maar dat is goed. Dat soort van, 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 dingen wil je ook losmaken. In en, en als ze dat bijvoorbeeld maar... zeggen tegen u: van ja, we, daar hadden jij een uitbrander voor mm. moeten geven of gaat dat moeten doen. Heb jij dan een gevoel van als ik volgende keer zoiets voor heb, dan doe ik dat? Of denk jij altijd van ja, nee, dat is niet wat ik hier zie te doen? Nee, ik moet natuurlijk wel op een gegeven moment voelen als iemand iets zegt dat uh, totaal. Um, onverantwoord is, dan vind ik wel dat ik, dat ik die daarop moet, uh, moet wijzen. Dat mm -hmm. denk, die die, die opletten hebben dat al ooit moeten doen. Heb je dat al ooit, je al ooit mensen ja, gehad worden van dacht? Ja, want ik heb dat wel eens gehad. Ja. dat mm -hmm. iemand of dat iemand bijvoorbeeld iemand aanviel. Uh, iemand bijvoorbeeld eindredacteur van, uh, van, uh, van story of dag allemaal die Goede Goedelelikes uh, uh, aanvalt. Die met hem in 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 een proces lag. Maar die er dan op dat moment niet bij zit, dan moet je, dan moet je zeggen van ho, 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 dit kun je hier niet maken, want ze kan zich, ze kan zich niet verdedigen. Of als iemand echt uh, racistische praat begint uh, uit te kramen, dat kun je allemaal niet zomaar laten gebeuren. En wat Sam daar uh, zegde was, uh, was ook redelijk uh, ongelukkig, maar Kathleen Stinkens mm -hmm. zat naast hem. En daarom had ik haar ook uitgenodigd om hem... Um, om hem te pareren of de mond te snoeren. Mm -hmm. als dat uh, nodig was. Een tijdje geleden heb ik ook eens iemand uh, aan bod gelaten. over, um, over homeopathie. Ja. En daar had ik ook een, een deskundige uh, naast gezet, die, um, die goed gescreend was van, van het USA in, uh, in Antwerpen. En die um, aan de redacteur een aantal dingen had gezegd van die, wat, wat zij daar zegt dat is compleet naast de waarheid. En, en die een heleboel argumenten had opgesomd om, um, ja, om haar uh, terecht te wijzen. Um, maar die dat op dat moment tijdens de uitzending dan toch een, een beetje nalaat. Ja. En dan heb ik onder andere van, van Skep um, kritiek gekregen ja. dat ik iemand um, over homeopathie um, aan, het, uh, aan het woord laat. En dat je dat als openbare omroep uh, niet kunt maken, want dat is uh, onverantwoord. Je, je moet, nu moet je weten, ik ben zelf de meest. Uh, uh, Sceptische mens uh, ter wereld. Denk. Echt waar? Ik sta geweldig uh, rationeel in het leven, zeker als het ja. over zulke dingen gaat. Ja. Maar dat betekent toch niet dat ik um, als uh, talkshow-host iemand mag uitnodigen om ja, uit te leggen waar homeopathie um, eventueel volgens uh, haar dan. Uh, er bestaat zo'n prachtige site in hoe werkt homeopathie.nl en als je die naam klikt staat er gewoon in heel groot niet. Nou, ik ben daar Ja, en dan moet dat eens opzoeken. Ik weet niet of hem er nog op staat, maar die net er jarenlang opgestaan hoe werkt homeopathie.nl en als je die naam klikt krijg je gewoon in heel groot niet. Punt. Ja, kijk. Ja. Dus ja, dat is inderdaad dat zijn van die omstreden onderwerpen met die panoreportage, ook wat ik bijvoorbeeld hebben jullie geprobeerd die een dag om drie's van Langenover daar zelf te krijgen of is eh dat... uh, nee maar Dries is toen diezelfde dag nog op de openbare omroep uh, geweest. Ja, want jullie hebben is, een ja, filmpje ja, laten ja, zien ja, ja, toen, he, toen, van zijn ja, reactie. Van zijn reactie, maar hij is toen ook, uh, hij heeft toen diezelfde dag ook de uitzending uh, bekeken en is dan ook nog geïnterviewd door uh, door de maker, hè, door uh, Tim mm -hmm. Verheijden, zodanig dat hij toch inderdaad kon, kon, kon rea reageren. Maar je weet hoe hij gereageerd heeft. We dat allemaal. Uh, opgezet news. spel was en fake news. Is, was. Dat, ja. is dat niet, uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Dat moment dat dat gebeurt, hè, want wij hebben het nog onlangs gedaan met Kat Kools, zeker met Kathleen, dan. Ja. Katleen Coles. Um, dat zijn wel de nieuwe tijden. Hè. Omdat, want ik vind dat een. Uh, ja, wat we ervan vinden maakt eigenlijk niet uit, hmm. maar dat is wel een uh, belangrijk moment. Ja, Iemand, ik... Want dat is de nieuwe generatie, dat is hetzelfde waarom dat YouTube groter wordt dan televisie. Dat zijn. Uh, dat is, het spel is ander, wordt anders gespeeld. Ja. Is dat niet straf voor iemand zoals, zoals u, die met één been zo'n enorme carrière achter u dat je ineens eigenlijk aan de vooravond zit van een nieuwe tijd? Of misschien zitten we er zelfs al in. Ja, ja. En, en uh, je merkt dat uh, het, 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 het is, uh, makkelijk is, he. je krant maar wat uit. Of je, iemand anders zegt iets en je, je zegt dat is fake news, het is niet waar. Mm -hmm. Je verzint dat hier uh, on the spot. Uh, Vroeger, vroeger werden feiten uh, uh, gecheckt of ze werden verlegd en ze waren waar of niet, maar nu is het uh, um, ieder zijn waarheid. Hè? Is de VRT daar klaar voor? Uh, dan, dan moeten we klaar voor zijn. Ik, wij zijn heel, er wordt heel veel aan fact-checking gedaan bij ons, en ook denk ik heel veel uh, aan uh, toelichting en duiding, waarbij journalisten, specialisten, en als het over politiek gaat, dan, dan, dan gaat die van de vader dat bijvoorbeeld doen, en die probeert dan voor een kijker of voor een luisteraar of een lezer online uit te leggen, van uh, dit is uh, waar en dit kunnen wij in uh, twijfel trekken. Hè? Maar dat is ook heel dus... moeilijk om dat te doen, omdat je wat je nu ziet dat, dat er gebeurt is. Je hebt eh, iemand als een Donald Trump, wat denk ja. ik wel het boegbeeld is van ja. al de fake newsroepers, want dat is op dat vlak misschien de belangrijkste politicus. Voor de komende 20, 30 ja, jaar. Jammer maar helaas, maar het is ja. ook wel gewoon zo. Je die zet, die zet een soort precedent waarin net hem zegt, ja ja, maar al die nieuwsdiensten, die hebben allemaal hun eigen agenda. Je moet die niet vertrouwen. Dan wordt het ook heel moeilijk om te zeggen, wij hebben fact-checking, wij doen dat, wij hebben een redactie, wij lezen dat, wij zorgen dat, dat onze feiten juist zijn. En dan is je de zonagast die tegen je tegen u zegt, ja dat kun je wel zeggen, maar jij hebt gewoon uw agenda. Ja, dus jij hoe wapent wapen je, wapen je daar tegen? Hè? Ja, Want dat is, dat is... Want dat is nog zoiets met die, met die Pano reportage. Hè? Want uiteindelijk, jammer maar helaas, je, hebt, je, je brengt iets aan het licht. Hè? Jij had die scoop. Jij had dat in mm. uw programma. Mm -hmm. Ze laten dat zien. En jij hebt eigenlijk, zonder dat je het wilt, van Dries van Langenoven een celebrity gemaakt. Ja, dat is, dat, 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 dat is heel Link. Hè? Ja. Natuurlijk, dat is de prijs die je dan natuurlijk ook uh, betaalt. Hè? Dus hij wordt uh, hij wordt. Um, Onderuit gehaald, um, maar um, kan dan twijfelzaken zaaien over um, of dat dan allemaal uh, wel waar is. Wat er over hem beweert, wordt er wel een aantal dingen zwart op wit uh, staan, die kun je niet uh, weerleggen, maar hij kan dat, hij blijft dat natuurlijk uh, framen, mm -hmm. dat dat vanuit een bepaalde hoek komt met voorbedachte raden, alleen om hem onderuit te halen. Um, en als je dat, dat, dat blijft herhalen, probeer je er maar eens uh, tegen te wapenen. Hè? Mm -hmm. Dat is verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk lastig. Maar in, 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 in deze tijden uh, leven we nu, hè? Want zijn dat dingen die je in overweging... Ik kan me dat voorstellen, dat je... Hey, het... Wederom, het gebeurt en je ziet het niet aankomen. Soms, en toch, denkt: Ja, moeten we... Als, als je nu nog eens zo'n reportage krijgt, mm -hmm. en je voelt weer zo'n onbekende persoon doet iets vreselijk, maar... Hey, wederom misschien politiek heel incorrect of heel fout of en je denkt ja dan moeten we eigenlijk aan het licht brengen dat dat er is. Dan moet je toch volgens mij moet je dat altijd doen. Toch en wel. je weet ja ik denk ook al wel. ook al denken van maar ik kon die nu alleen maar ik reclame maken voor die gast eigenlijk. Ja maar neem nu neem nu het is misschien iets onschuldiger maar die mm -hmm. homeopathie waar we het net over ja. hebben. Even tussendoor. Hij had gelijk. Ja, het werkt niet. Ja, dat en dat is alles wat erop staat. Het werkt niet. Ja, dat is de site. Ja. trouwens ook een heel snelle site. Klikkend is er. Het mooie <laughs> is: <laughs> moet, moet, niet, moet niet veel geladen de, worden. <laughs> ja. hey, maar zo werkt het tegenwoordig. Zo worden ja, ja. Alle, op alle sites, of op, worden nu vragen gesteld. En klik je HLN open, mm -hmm. um, maar, maar ook alle, alle andere kranten sites. Ook, hè? Um, er wordt een vraag geponeerd, zoals deze. Nee. Mm -hmm. Hoe? Wat was de vraag? Werkt, uh, wil je weten hoe... Ja, ja, homeop, hoe werkt, hoe werkt de homeopathie, de homeopathie? En, en, en dan denk je, ja, 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 dat wil ik nu eindelijk eens weten. Dat vraag ik mij als, al, al heel lang af. En daar ga ik nu heel kort, duidelijk en helder antwoord op krijgen. Hè? Zo, ah. zo, zo werken al die vraagstellingen. Klikbeet. Klik, ja, dat is ja, dat. <laughs> ja, ja, is dat, dat, is dat. Bijten en dan daarop komen. Dat is tjak. Ja. Zalig, dat vind ik zalig. Uh. Want iedereen die daarop klikt, denkt van, ah, nu ga ik het eindelijk eens weten. Nu gaan ze het goed voor mij uitleggen. All right. Uh. Ja. Maar dus die homeopathie. Dus je kunt, je, kunt, je, je kunt dan zeggen: Je mag die niet aan het woord laten. Want dan geef je die een forum. Nou mm -hmm. ah, ja. ja. Maar als je ze. Als je, als je, als je, um, het is er wel. hè, Het bestaat wel. hè, mm -hmm. En veel mensen um, um, geloven erin. Hè? Of geloven er uh, gedeeltelijk in. En, en, en dan, dan kun je toch maar beter. Um, ook in een talkshow op één. Durven aankaarten en dan uh, bevragen en daar specialisten bij zetten die daarover twijfelen of die dat dan uh, uh, weerleggen. En dan aan de andere kant van de tafel uh, mensen zoals uh, jij en ik, bijvoorbeeld, mm -hmm. Alex, die dan kunnen daar ook nog vragen over stellen en, 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 en hun mening over geven en, uh, en zo ja. tot iets komen. Het enige dat ik had op dat moment, ik kreeg dat filmpje te zien, hè? ik denk een, een, een half uur voordat we on air moesten. Mm. En ik, was zo, ik merkte wel dat wat ik daar die avond gezegd had, dat dat zo'n soort knee-jerk reaction was naar, de, naar hetgeen dat ik gekeken had. Zo ja. van ja, deze is wel heel fout of ja. zo. Maar wat ik, ik vind het jammer dat ik het niet pakte een uur of twee ervoor had gezien, dat het kon bezinken, waardoor dat ik waarschijnlijk totaal andere dingen dat had gezegd. Maar... Een van de dingen was natuurlijk voor mij toen dat ik dacht: verschieten jullie hier zo hard van? Mm. Want er zat een soort ding in waar ik van denk, ja. Zeker als je. Als, ik heb vaak hè, getoerd door, door Vlaanderen. Je komt in alle kleine dorpen. Je speelt in parochiezalen en dat soort dingen. Zeker als je try-out. En dan voelde dat die dingen die die gasten zeggen, dat dat niet van nergens komt. Dat, dat je wel een. een ik zeg niet dat dat een onderbuik van Vlaanderen is, want dat is te negatief. Hè. Nee, nee, maar Daarvoor er is, is zo'n met... nou, onderstroom, is dat er. Is er wel. Um, ja. En dan heb je wel gelijk. Misschien is het inderdaad um, naïef um, om, om dan plots zo te reageren van, van, van uh, alsof het ergens vandaan komt, alsof het op in Keulen hoort uh, ja. donderen. Mm -hmm. um, maar het blijft natuurlijk wel heel erg. Um, Mm -hmm. En zeker de manier um, waarop dat uh, gebeurt. Verdoken, uh, onder het mom van het is maar uh, om te lachen, maar wel, maar wel uh, structureel. En zo kun je in een um, samenleving um, gif pompen. Ja, dat kan. En dan is het toch belangrijk dat je dat. Um, um, dat je er een licht dat, op schijnt. Dat je opspoort, ja, ja. En dat je dat dan naar boven brengt. En ja, dan, uh, dan geef je mensen een uh, platform, ja. Dat is zo. Zou je hem in talkshow zetten? Zou je hem laten langskomen? Dat is een goede vraag. Moeilijke vraag. Hmm. Want dan weet je dat er, wat, er, wat er kan gebeuren. Dat heeft uh, collega Katalin. Dat mogen uh, mij ook het noemen. Uh, ja, <laughs> Let's have some fun. Oké, dat is zo, dat zo <laughs> Als hij komt, dan is het met jou erbij. <laughs> dat is ja goed, dan is het ja, maar erbij. Dan zou ik wel die vijf andere gasten niet uitnodigen. Uitzondering. <laughs> nee, <nee, nee>, nou, <laughs> nee. Ja, een Robertje. Ja, maar, maar goed idee. We hebben het ooit. Robertje de, ik, vechten. Ja, ik, wat, 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 hey. wat ja. ik straks zou zeggen was om die nieuwe tijden, omdat ik hem toen bezig gezien heb. Um, ik vraag me af, zijn we er klaar voor omdat er eigenlijk niet meer te winnen valt? Van mm -hmm. te winnen valt. Want dat viel mij ook op toen met Kathleen uh, Kools. Ja, daar komt dan ook kritiek op. Hoe? Het de, de, de zijn nieuwe spelregels. Ja, dus, maar wacht, eh, wacht, wacht, De je mag, reden... niet, je, mag niet, je mag natuurlijk niet beginnen om te winnen. Hè? Ik mag nooit in termen... Ik mag nooit... Een, nee. Ik, ik kan hem, ik kan Alex tegenover... Neem nu uh, Dries van Langen of iemand anders, whatever, hè. Ik bedoel, mm -hmm. uh, je, tegen, tegen Pascal Nasers mag ook, hè, als je daar zin in zou hebben. Zeker. Maar bedoel, het maakt niet uit. Maar die kan ik tegen elkaar uitspelen en zeggen van wie heeft er nu gelijk? En dan moet je maar elkaar proberen te overtuigen, kijker overtuigen en dan kun je zeggen wie heeft er gewonnen. Maar ik, 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 ik moet niet, niet, niet denken in termen van winnen of verliezen bij iemand die ik interview. Hè. Nee, maar je kunt ah, wel nee. bijvoorbeeld zeggen. Als, als, als journalist. Kijk, dat is niet waar. De, 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 antwoord, de vraag die je nu dat is stelt. Waar. is niet. Uh, je hebt niet naar de vraag geluisterd. Ja, of dat, waar, dat is waar, dat is juist. Dat is juist de rol die je wel hebt, hè? Als interviewer. Um, iemand uh, bij de les houden. en, 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 en toch, toch <laughs> vragen, op zijn liefst, minst lief vragen. dat hij op de vragen antwoordt. als één. En wat je zelf ook net zegt. Als hij dingen zegt die niet juist zijn. en hem daarop wijzen. als hij mensen beschuldigt die zich niet kunnen verdedigen. Hem daarop wijzen, dat hij dat, uh, dat, hij dat niet, niet kan doen. Maar als hij dan natuurlijk zegt, het is wel waar. En mm -hmm. ik zeg, het is niet waar. En dat was vroeger net makkelijker. Hè? Ja, want nu kom nu, je heel snel nu terecht in de Ja, En, en nu, kun je daar, nu, nu raak je daar makkelijker mm -hmm. mee weg. Ja. Omdat je alles kunt framen als, uh, als fake news. Vroeger bestond dat woord niet. Hè? Nee. Wie heeft dat woord eigenlijk nee. verzonnen? Ik vind het ook wel, om terug over die sport te beginnen, ik moest de hele tijd tikken. Wat een contrast met dat je dan bijvoorbeeld na nou, de Ronde van Frankrijk uh, Belgische wielrenners in het peloton moet interviewen. Ja, maar ook goed. <laughs> of maar voetballers. Wat een, hey. wat een compleet andere hey. kant van het spectrum, waar er niks gezegd wordt en dat eigenlijk niemand dat erg vindt. Ja, niks gezegd wordt. als ze te zeggen dat gaat dan maar over sport mm -hmm. en dat gaat dan maar over de belangrijkste bijzaak ter wereld. Ja, maar wat ze, wat ze zeggen. Ja, maar soms worden daar ook geweldige dingen gezegd, hè? vind ik. Want sport is emotie, En als je daar dicht op kunt zitten... Ja, dat is die van mij, zeker. Ah, oké. Wat was een geluid dat we niet kenden. Ja, ik zat hier ook zo waar komt dat vandaan? Dat hebben wij nog nooit gehoord. Kijk, als dat bij ons live gebeurt, dan laat het ook gebeuren. En dan, we vragen natuurlijk van tevoren, druk je telefoon af. Maar als je live on tape gaat, dat is zoals hier ook, dan los je het op dat moment... Maar los zit op het moment op. Waar waren we nu? Dat zou nog toffer zijn en wielrenners en voetballers. <laughs> ja. 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 Dus dat, die, dat, uh, dat als je daar een in interview mee doet, dat dat anders is, dat hij niet altijd heel veel te zeggen hebben. Ja, en soms okay. wel, hè. Maar Bedoel, soms in de emotie, er zijn toch een aantal ja. mensen, zeker als je zo van die, van die gasten hoort gelijk. Hé, ik zal nou maar zeggen dat ze weer al direct meteen twee Nederlanders dat kan al. Maar als je zo'n Johan Boskamp hebt of je hebt een gast zoals. Uh Destijds, eh, wijlen Johan Cruijff. met uh, een aantal van de meest legendarische ja. uitspraken. Als elk nadeel heeft ze voordeel. En uh, nooit ja. geschoten is altijd mis. <laughs> maar ja, er is dus van die ja. topdingen. waar je van ja. denkt, ja, dat worden bijna wijze volks, dat worden volkswijsheden. Ja. Hè? Maar wel Wat de nagel op de kop, zijn Nederlanders. Ja. Dat is ook, als je een Nederlandse talkshow ziet. dan is het ook natuurlijk makkelijker uh, bron. Ik bedoel, da Nederlanders, dat is altijd en een. Daar debat. wordt ook bak hey. ruzie gemaakt. Ja, hè? ja die maar die, get, die traditie. Get, get, get zo een je hebt zo soort. Hè, want dat, dat is ook natuurlijk waar dat je mee moet werken. Want dat vind ik ook altijd zo grappig als het gaat over die kritiek op. op, op um op Vlaamse talkshows, hè, wat het dan ook mogen zijn. Mm. Het is altijd, oh, het is wat stijver en het is wat saaier en het is niet zo dit en niet zo mm. en Het is niet de wereld draait door. Mm. En dan denk ik, ja, maar de wereld draait door. Dat zijn dan allemaal een hele hoop mondige Nederlanders die sowieso hun mond in dagelijks leven al geen twee seconden houden mm. en overal een mening over hebben. En de Vlaming is per definitie al een pak gereserveerder. Ja. Dus dat je, dat krijgt, dat je dat krijgt al veel... Zelfs Sandra Beccari tegen... Tegen Pascal Nassers was, was eigenlijk heel beleefd ja, en tam in vergelijking ja. met sommige dingen die ik op de Nederlandse TV dat, zie. Wat zij te veel hebben, hebben wij te weinig en omgekeerd. Dat is ook waar. Want als, uh, als ik uh, <laughs> Nederlanders en Nederlandse opiniemakers ook op bezoek mm -hmm. krijg, ja. die zijn altijd verrukt. Die vinden het heerlijk dat ze bij ons de, de kans krijgen om uh, hun zin af te maken en dat de mensen aan tafel. Dat die, dat, luisteren. dat die luisteren, <laughs> toch in eerste instantie braaf luisteren, die, die, die vinden joh. dit een geweldige, ja. dat is een geweldige luxe ook. Oh. Maar soms, ja dan, ja, dan denk ik van, oh, kom maar gasten, spring erop, ja. reageer, doe er iets mee, uh, word kwaad. Uh, ja, dat hebben wij dan, wij zijn dan te. Ja, zeker als je iemand hebt. En je hebt hem ook ooit eens. Uh, op, op, aan uw tafel gehad. en toen heeft er ook iemand wel op gereageerd. Mo Prem Radakeshun bijvoorbeeld. Ah. Waar, ja, die fantastisch is. want het enige wat hij doet. is eigenlijk. Stokken in uh, ja. het hoenderhok gooien in de hoop dat iemand reageert ja. op wat dat ja. dan zegt. Die speelt zijn rolletje. Want het is letterlijk, als, als je over het is eender welk onderwerp dat je praat, zal hij wel dat, net dat ene ding zeggen dat helemaal niet strookt ja. met hetgeen dat iedereen anders. Ja, zegt. juist dat. En dan krijg, je, dan krijg je dat, come on mannen. Dan gebeurt er iets. En je voelt dat dan vaak dat dat bij ons moeilijker is dan in Nederland, waar ze direct bovenaan opspringen. Maar aan de andere kant heb ik ook wel vaak het gevoel dat wat Vlamingen wel doen, is een veel directere vraag stellen. Mm. Wij zijn minder... Wij draaien op bepaalde vlakken minder rond de pot dan een Nederlander. Die zal het wel met heel veel woorden zeggen. Ja. En een ja. Vlaming ja. zegt het soms ja. met één zin. Ja. Sorry, die kunnen het heel goed met heel veel woorden. En we ja. blijven breien. En je kunt heel veel woorden achter elkaar plakken. Ja. En toch niks zeggen. Ja. Dat kun je. Maar inderdaad, Prem is een heel... Um uh, hoe zeg je dat? Een figuur die, die, die polariseert. Hè? Mm -hmm. En ik vind het geweldig, iemand in zo'n talkshow. Jij kunt dat ook, hè? jij zorgt ook altijd voor vuur. Ja. En, en reageert snel, uh, verbaal sterk. Uh, kloef erop, kloef erop. Er is, dan, dan is er een keer kloef naast, ja. met een opmerking. Maar goed, zo krijg je wel uh, beweging. En dat was met Prem is dat ook zo. Ja. Um, um, ik ik, ja, ik denk nou, wanneer was ik er nat? Ja, dat is nee, nog nooit <laughs> gebeurd. Nee, maar je kaart gelijk. Ja. Mijn eerste reactie was: dat is nog <laughs> ja. nooit gebeurd. En dan denk ik, tuurlijk wel. Ja. Tuurlijk wel. Omdat soms als je meteen reageert, reageert ook niet altijd goed. Je voilà. eerste voilà. reactie is niet altijd de beste. Het wordt wel vaak gezegd: hè. Your first reaction is usually the right one. Maar, Not true. In nee, nee. sommige <laughs> nee. gevallen denk ik: hier had ik toch liever. Twee seconden ja. langer over nagedacht. Maar, maar dat is natuurlijk ook wat je, wat je hebt. Want, want ik begrijp ook heel goed dat jij hier komt zitten en je zegt: mm. Ik ben zenuwachtig. Want ja. zo voel ik mij ook als ik bij u ja. kom zitten. Ja. Ik heb altijd twee, ja. twee rode wijnen binnen voordat ik bij u aan tafel kom zitten en denk: Oké, okay, ik ben ja, hier want nu. Jij wilt relaxen. ook een goede beurt maken. Natuurlijk. Ja, voor al je fans. Hè? Ah, ja, Je wilt daar niet komen zitten en, 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 en zoiets hebben: van, Shit. Ik heb, en dat wordt hè, wat. wat um, Jaak Vermeij... Nee, wie was het? Nee, Geert Hosten. Geert Hosten had het hier op de talkshow... Is mooi, eh, op de, talkshow, op de mm. podcast, mm. mooi gezegd. Die je zei toen uh, van... Ja, wat ook vervelend is als je een komiekse, er wordt ook altijd van u verwacht dat jij gevat ja. en grappig bent ja. met elk ding dat je zegt. Ga er maar aanstaan, hè. En als er iemand aan tafel zit die helemaal niet bekend is om, om grappig te zijn, maar wel grappige dingen zegt, mm. en jij doet dat op dat moment niet, mm. dan krijg je ook te horen... ja. Je was die, waar zat je, waar, waar was je, waar, waar waar was jij? je? Ja. En dan wordt er van jou ook nog eens verwacht Dat je uh, niet alleen grappig bent, maar ook nog eens relevante dingen gaat zeggen ja. Tussendoor Dat graag, ook nog eens ja. dus, <laughs> Maar ik weet, dat, dat heb ik ook wel ontdekt bij jou mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Iedereen denkt uh, Alex Agnew Dat is een, een rots Onverstoorbaar uh, Een en al zelfzekerheid Maar ik weet ook En je, je vult sportpaleizen mm -hmm. Maar dat je ook nog in je broeken doen, hè? Jawel, zal en wel En je komt dan die, die, die shows bij ons uh, um, aankondigen, voorzichtig. Ene. En ik weet dan, er komt al een tweede en een derde en een vierde. Maar dat je altijd toch opnieuw moet beginnen, hè Ja. En, en nu ben je aan het try-outen mm -hmm. voor je nieuwe show. Ik weet niet hoeveel try-outs je doet. Dat veel. veel tien, tien, Tientallen? Zestigtal, denk ik, ja. Veel. Zo lang duurt dat? Ja. Voordat dat het allemaal uh, goed zit. Dus die, 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 die onzekerheid, die twijfel. Uh, en altijd maar opnieuw moeten beginnen en je opnieuw moet bewijzen. dat, dat geldt dat geld ook voor jou. Hè? Ja. Dat vind ik. mensen denken van. hij gaat er staan en wat, wat, kan, wat kan hem deren. Ja. Maar. jij twijfelt toch ook? Ja, tuurlijk. Maar, en het enige ding is met u, met uw talkshows. jij moet dat elke dag opnieuw doen? Want dat is ook nog zoiets. Dat is elke ja. avond eigenlijk. En zoals er ook altijd gezegd wordt: Je bent maar zo goed als uw wil. Ja, dat is zo. Hoe vermoeiend dat is dat voor... eigenlijk? Ja, het uh, ja. einde en, en, van de week kun je mij uitvringen. Dat ja. begint uh, van maandagochtend tot. Ik zie mijn vrouw ook niet tot donderdagavond. Het geheim We van passe... een gelukkige ja, ja, relatie. Dat gaat wel, hè? Dat kan goed kennen, hè? We ja. passeren elkaar smorgens op de trap. En, de en de dan is het dan zowat? En de kinderen? Ja, maar de kinderen is dat eigenlijk allemaal... de kinderen is dat uh, geen slechte oplossing. Want ik ben er smorgens nog. Ik ben er smorgens altijd geweest om ze mee naar school te doen. En mijn vrouw is ze dan s'avonds mee, mee van school kunnen afhalen. En ik was er s'avonds niet. Nee, goed, maar... Als, als, alle, als beide partners van 9 to 5 werken, is het volgens mij veel moeilijker... om ze s'morgens uh, op, op, op school te krijgen... en om ze uh, s'avonds tijdig uh, af te halen. En die zijn dat ook gewoon... Dat is dus echt geen probleem. Hmm. Maar, maar het, ik ben, donderdagavond ben ik wel helemaal uitgevrongen. Ja, helemaal uitgevrongen. En dan vrijdag is ook nog een dag. Dan, 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 dan lees ik de, de tijdschriften die ik in de loop van de week niet heb kunnen lezen. Dan is het een inhaalbeweging van lezen. Boeken die ik nog moet lezen voor het programma en al dossiers voor de week daarop voorbereiden. Dan probeer ik zo tegen vrijdagavond te zeggen: nu trek ik mijn loopschoenen aan. En dan laat ik het even los. En dan in het weekend, ik kan gelukkig wel heel goed die knop uitdrukken. Dan moet ik in het weekend alleen nog heel veel kranten lezen. Hm. Maar dat doe ik wel graag. Dat, is, ja. Uh, ja, dat, dat vind ik geen opgave. En dan is er natuurlijk wat contact met de uh, eindredacteur. Die dan een, uh, een redacteur op, op dat weekend heeft gezet om te screenen wat er allemaal beweegt. En dan wordt er af en toe zo nog wat over en weer gebeld en dingen in gang gezet. En dat is het dan. Maar het is wel... Uh, Fysiek, maar het is vooral omdat het, omdat het mentaal, dat je er geestelijk <laughs> zo door wordt opgeslorpt. Dat is ook zo. Ja, dan sloopt het je ook fysiek. Als ik, als ik merk dat al als ik bijvoorbeeld. Uh, ja, als je zo. We hebben dagen. Vandaag hebben we bijvoorbeeld. Uh, we, we hebben twee podcasts. En dan voelde wel. Als je zo'n lang gesprek ja. met iemand voert, hoe intens ja. dat dat is. He? Ja. Ja. Hoe hard dat die concentratie... Want je moet ook luisteren naar alles wat je mm -hmm. zegt. Al niet mijn sterkste kant. <laughs> ik vind dat het nog heel goed meevalt. Ja, dank u. Ja, ik ik, 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 ik leer het. Ik... Er is een curve. Andries heeft de neiging om mij kort te houden <laughs> ja? soms. En te zeggen, man, je kunt er een eind overheen lullen. Of je moet ja? eens af en toe en meer luisteren. En dat is waar, hij heeft ook gelijk. Maar je dus... luistert nu wel en je stelt echt vragen. Want ik had, ik had eerlijk gezegd gedacht... Hmm. Um, hij heeft een aantal vragen, maar hij gaat toch ook veel zelf zitten um, vertellen. Hmm. Nee, maar nee, het maar je hebt niet je luisteren, nee. <laughs> je had dat nooit gedacht. Ja, uh, maar dat is ook zo nee. bedoel, Dat is maar eigenlijk ga... wel de bedoeling als je iemand. Hè, en dat, ik heb de neiging om dat te vergeten. Waarom? Mm -hmm. ja, ik ben een entertainer, ik ben iemand mm -hmm. dat zelf enorm veel praat. Mm -hmm. Als je mij interviewt, uh, de meeste interviewers zeggen dat ook: van wij stellen één vraag en ja. jij beantwoordt op een half uur al ja, onze andere dat, vragen. Dat is, ja. dat is zo, hè, dus dat is dankbaar, want is je moet er niet dankbaar, veel mee doen. Ja, ja. Maar dat is heel anders als de, als de rollen omgekeerd zijn. Ja, en ik moet inderdaad, nu ben ik alweer al keihard aan het Ja, rollen, maar, maar, maar anderzijds, leren, an ja. anderzijds, daarom functioneer je ook zo goed in die show bij ons: mm -hmm. je stelt zelf ook vragen, hè, want mm -hmm. jij, jij gaat ook altijd een allee, de confrontatie of een gesprek aan met andere gasten. Aan mm -hmm. de tafel. En dat is wat we zoeken. Dus dat doe jij ook wel. Mm -hmm. um, maar inderdaad, met, 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 met heel wat woorden. Maar het is, <laughs> maar het is ook een talkshow. <laughs> ja. Dat is waar, dat is waar. Dat is wel ja. mooi uitgedrukt ook. Ja. Dank u, lieve, ja, voor die blieft. mooie uitdrukking. Graag gedaan, uh, Alex. <laughs> maar um, maar um, uh, jij sport nog. Want jij, je, je gaat lopen dan. Yeah. Jij, doe jij nog andere sport? Want ik, jij... uh, in de zomer tennis ik wat. En ja. dan kruip ik ook nog wel eens op een fiets. Maar in de loop van de... Als het programma... Um, loopt, is daar te weinig tijd voor. Ja. En dan is loopschoenen aantrekken is het simpelste. Hè? Ja. Uh, vroeger voetbalde ik ook nog wat, maar dat is, uh, pff, daar, uh, daar ben ik wat te oud voor geworden. En de Tour de France? Ja, da, da, dat mis, is een grote ik, liefde? Hè? Dat mis mm. ik elk jaar natuurlijk. Mm. Want dat is. Die talkshow is een cadeau om te mogen doen. Hè? Ik vind het elke dag nog een. Um, een privilege. Als het, goed, want dat, dat, om even terug te komen op dat vermoeiende, mm -hmm. uh, dat zul je ook merken met, uh, met, 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 met je volle agenda. Als je in een uh, positief verhaal zit, hè, dan kun je heel, heel, heel veel aan. Mm -hmm. Fysiek en mentaal. Maar als je in zo wat negatieve vibes komt, zoals we nu onlangs wat uh, gehad hebben, ja. dan voel je wel dat dat... Uh, dat begint wat aan je te vreten en dan dan krijg je ergens zo een energielek waarvan je moet uh, waarvoor je moet oppassen dat voel ik wel maar als je in een, in een goed verhaal zit een show die ja waarvan je van je weet die loopt en en die die wordt goed onthaald dan kun je dingen heel lang en heel veel uh, volhouden maar uh, ja als dat wat verandert dan uh, ja, dan vergt dat nog veel meer energie. En dat voel ik zo op, uh, op dit moment wel. De, nu heb je een beetje een gevoel van dat het u meer energie kost. Ja, dan denk, ja, ja. en dan ja. krijg je, als je nu over de Tour begint, dan kom je op het moment dat je zegt van ah, misschien moet ik toch nog eens nadenken over terug naar de Tour. Dat moet ik nu niet doen. Dat, mm. dat is een afgesloten hoofdstuk. Er zijn andere collega's. Maarten doet dat. Kijk, toffe gast. Geweldig goede journalist. Doet dat schitterend. Mm. Um, en daar zijn op de, op de sportredactie... Ja, er is een nieuwe generatie... En da, 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 daar zijn ook supertalenten bij. Uh, Ruben is daar. Uh, um, uh, Aster. Dus uh, mm -hmm. je kunt niet à la carte nu terug daar binnen stappen. En het is terug aan oh mij. Maar we ben ah, be ik... bent toch bezig met die Frank van den Broeke documentaire. Of je ja, daar ja, 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 ja. nog niets over gevraagd. Jawel, jawel, daar zijn we mee bezig. Maar dat doe ik samen met, uh, met een, uh, een regisseur en een uh, redacteur. En die steken daar vooral hun. Uh, Mm -hmm. dat, dat wordt nu afgewerkt, dat wordt iets heel moois. Hoor. Dat wordt fantastisch. Ik, ik, ja, ik, uh, maar... ik heb ooit die, uh, die Belga-reportage. Is dat een sport? Is dat een reportage, ja, een zo sport? Hè? Ja, dat is, al, dat is ook al ja, een heel ja, straffe. Ja, hè? Ja. Dat was al een hele straffe, maar deze wordt nog straffer. Wauw. Ja, het zijn zeven afleveringen. En wij maar hebben wat nog is de fascinatie met Frank van den Broeke, met die figuur? Er is ook al een film over gemaakt, hè mm. Jij gaat er nu, er zijn al reportages over geweest. Mm. Ik ben, geen, ik ben geen wieler fan. Nee, nee. Ik nee. weet er heel ah, weinig maar, over, maar... maar dat blijkt iemand te zijn dat zoveel heeft losgemaakt bij mensen. Onwaar ligt dat, denk ik? Hij ja. overstijgt dat, hè. Hij jij overstijgt dat wielrennen. Ja, jij, jij hij is... is ook een rol. Ja, hij echt. Heb je nog koffie? Ja, ik wil nog wel een beetje. Ja. De... Ik, ik, ik... Um, heb je die film gezien over um, Amy Winehouse? Amy? Uh, helaas nog niet. Ik moet je nog zien, je staat op mijn uh, te bekijken lijst op, op well, uh, Netflix. Dat is, ja, maar... dat is fantastisch en je begint naar te kijken. Je kent dan ook het, het, het verhaal van, uh, van, van Amy Winehouse, hè? van, de, van de, die cynische club van 27, hè? per 27ste mm -hmm. uh, gestorven. Ja. En na vijf minuten voel je al van, oh my god, want je weet hoe ja. het afloopt. Ja. Hoe hebben we dat kind door onze vingers kunnen laten grappen? Ja. En dat gevoel, dan neem je heel die film mee en dan je blijft je daar heel ja, ja. droef van achter, omdat je zoveel mogelijkheden hebt gezien, zoveel schoonheid hebt gezien en, en, en gehoord ook, maar anderzijds zit er iets tussen waar ze niet aan kan ontkomen. En bij Frank van den Broeke is dat hetzelfde verhaal. Dat is een, een, een uitzonderlijk uh, talent, uh, maar echt een fantastische mens. Maar hij kon dat succes op een gegeven moment niet aan en dan sluipt daar iets in waarvan je weet, dit gaat hem, hem kapotmaken. En wat ze allemaal wel niet gedaan hebben, dat hou je niet voor mogelijk. Om hem uh, te redden. Hè. Daar is een team, zijn familie. Hmm. En dan is er een professioneel team rond hen verzameld. Met, met, met een manager die een vader voor hem was. Met, met een fysiotherapeut. En uh, met een uh, psycholoog. En die hebben hem dag in, dag uit begeleid. Maar sommige mensen kunnen. Niet gered worden. Ja. En uiteindelijk is dat met Frank van den Broeke ook zo gegaan. En dat is. Oh. Ja, en daarom, of dat overstijgt het wielrennen. Wat was, was een uitzonderlijk talent? Want als je zegt, hij is uitzonderlijk getalenteerd. Ik ben echt. Een debiel op gebied van Nee, maar van je moet eerst... eerst wat, moet je, ja. wat is het ding dat hem al meteen onderscheidde van andere Ja, zijn ja, fysieke capaciteiten. Die ja, prestaties, dan, ja, ja, prestaties. Ja, prestaties op ja, jonge, jonge leeftijd, leeftijd. Ja, ongelooflijk palmaris ben je ja, gefietst ja, ja. Ja. op jonge leeftijd. Ja, ja. Ja. ja, en dat kun je zien. Hè, iemand die fysiek het verschil maakt. Ja. En dan... Ja, Mentaal. topsporters moeten het dan ook in hun hoofd kunnen. En dat, kon, dat had hij eigenlijk ook. Hmm. Want hij had een geweldig lef. En hij had een geweldige brani. Hmm. En hij durfde zeggen, en hij wilde alleen maar winnen. Ja. En hij kon ook niet rijden in dienst van een ploegmaat, want hij ja. komt dan in een ploeg met Johan Museeuw terecht, de leeuw van Vlaanderen. En daar willen ze alles voor hem doen, maar dan moet hij natuurlijk uh, bij die mappijploeg op een bepaald moment dan natuurlijk ook eens kunnen een gat toerijden in functie van iemand anders, maar Frank van den Broecken. Die wilde alleen maar zelf winnen. Ja. En dan gaat hij op een gegeven moment naar een andere ploeg, naar een Franse ploeg, naar Cofidis. waar hij wel God mag zijn. Mm -hmm. En mag doen en laten wat hij wil. En dan komen natuurlijk de verleidingen. En dan komt hij foute vrienden en foute ploegmaatschappen tegen. Mm -hmm. En dan, dan loopt het verkeerd. En dan zie je dat dat gigantische talent... ...dat dat uh, niet meer kan opleveren wat er eigenlijk allemaal in zit. En dan met, enerzijds heb je die, die brani bij hem. En dat leven, dat geloof in eigen kunnen. En voelen dat hij God is. Maar ook beseffen van... ...ik ben eigenlijk ook maar een kwetsbaar vogeltje... Mm -hmm. Zoals iedereen. Uiteindelijk. En die combinatie, ja, dat, 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 dat maakt van hem dan. Ja, als je dan ziet hoe hij gestorven is, een heel tragische. Want hoe het was zelfmoord zeker. Nee, nee, dat, nee, niet een nee dat is allemaal niet geweten. Ah, maar hij is, maar is, maar de, de, is de locatie, gestorven op Senegal. Locatie, ja. In een louche hotelletje. Zo dat verdachte zo kap... omstandigheden. Ja, dat is ook nooit of... helemaal uitgeklaard. En daar gaan we ook gaan no, we sorry, weer... ik daar nee, 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 maar dat gaan we ook in de reportage niet doen. Daar gaan, we niet, daar gaan we stoppen en daar, gaat, daar gaan we niet over speculeren, dat is niet de ja. bedoeling. Maar alles wat, wat daar is uh, vooraf gegaan en dan ook wel proberen uit te dus zetten. Hoe is het dan natuurlijk zo ver kunnen komen en is het zo fout kunnen lopen, maar ja. dan met zijn loopbaan, niet wat er dan helemaal op het einde in, uh, in, in Afrika is gebeurd. Rise and fall, heel hard. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is een, vallen, een, een Griekse tragedie benauwd ja. Ja. Icarus. Uh, ja, ja. ja, maar ja, daarom spreekt ja. het ook zoveel mensen aan. Ja. En niet alleen wielerliefhebbers. En wat jij zegt, Andries, is echt wel waar. Jij met Frank van den Broek, en dat zou denk ik een geweldige match ja. geweest zijn. Je zou hem mm -hmm. echt gewoon. Je en... kunt hem vergelijken met. Uh, hij is niet zo succesvol. Want dan moet ik ook hey, toch een mm -hmm. beetje kritiek geven. Het is ook een. Uh, want in het buitenland is het ook al iets minder. Het, hij, hij is eigenlijk. Ik denk dat hem. Uh, zijn prestatie in op een palm met ook snel gestopt. Ja, want uiteindelijk, en, als je zo'n palmarès uh, naast dat van Johan Museo legt, is ja, ja. veel te snel gedaan. Johan Museo ja, ja. draait gemiddeld twintig <laughs> keer per seconde met zijn ogen als het te lang over Frank van den Boek gaat. Kan ik me voorstellen. Ja, 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 ja. Maar hij had ja, die Rock in rol, dat on-Vlaamse. Het er McGregor gegeven. Ja. Zo, uh, wat ik ja. een knappe vind, had ook ja. een heel mooie vrouw. Die mm -hmm. Sarah. Ja, 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 wordt dan verliefd oh, op een Italiaanse, oh, oh, had een boekjes. <laughs> in dat de, de Humo-interview <laughs> met Chasey. Ja, ja, ja. <laughs> I like him already. Yeah. 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 Maar dat is inderdaad ja, een Conor McGregor of yeah. iemand waar wij heel hard toe denken aan van die mensen die, die, die je bijvoorbeeld in snooker heel hard had. Vroeger zo'n Hurricane Higgins yeah. of yeah. een Jimmy yeah. White. Ja. Zo Juist, die jongens yeah. Die, yeah. die zo niet die carrière hebben yeah. gehad, die, uh, waar, waar hun talent eigenlijk het yeah. beloofde yeah. dat ze het gingen hebben. Yeah. En ze hebben dat verknoeid door menselijk te zijn. Ja, door eigenlijk nee. he, een, een te beschikken over een bijna bovennatuurlijk talent. Ja. Maar dat dan niet kunnen waarmaken door die menselijke zwakheid. Ja, ja, waar ja. Amy Winehouse inderdaad ook had. Waar ja. Kurt Cobain heeft gehad. Waar heel veel van die ja, zo gevallen engelen een beetje hebben. He. Om ja. niet te redden. Nee. Dat is eigenlijk schoon. Finaal niet. Nee. niet sommige ridden. mensen. Dan mag je er een heel leger. Rondzetten of voorzetten of achterzetten. Maar ik geloof dat echt dat sommige mensen zich niet laten redden. Hmm. Zijn dat de mensen die u het hardst aanspreekt? Ja, die, 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 die je nu opnoemt ook in, in, in de sport, in, in, ja. in het snoeken of in het, in, ja. in, in het boksen. Dat zijn toch degenen die, die het meeste uh, aanspreken, die het niet volgens het boekje doen. Mike Tyson. Doen. Ja. Mike Tyson, ja. Mike Tyson ja. is natuurlijk wel, maar, dat hij, ja, die heeft, maar die heeft wel een heel groot deel van zijn potentieel wel waargemaakt. Ja, dat wel, is he? iemand die dat de, ja. he, de jongste zwaargewichtkampioen ooit, ik denk dat hij een titel nog eens teruggewonnen, jaren later, dat is ook iemand die daar wel niet zo goed geëindigd is. Mm. Iemand die daar ook een beetje een stijl had, denk ik, die daar niet goed kon tegen vertragen. Mm. Ik zal het zo zeggen, je hebt mm. boxers gelijk... Mohammed Ali was bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die zich zo onwaarschijnlijk kon aanpassen aan wie dat hem was. Hmm. Dat hij zelfs anders is gaan vechten. He, vanaf een bepaald moment dat hij het door: Ik ben niet meer de. Een danser die in iedereen kan ontwijken. Dus ik train op incasseren, en pakken, in ja, 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 tactiek ja. en op andere manieren. En intelligent. Maar dat, zijn, maar dat zijn alleen maar de allergrootsten ja. die dat ja. kunnen doen. Hè. Die ja. kleine aanpassing kunnen maken die, die alles verandert. Hè. En van, je hebt de sympathie gaat toch naar die gasten die dat niet kunnen. Dat is waar. En ik, ik ben daar anders in. Want ik en de Andries hebben dat vaak. Hè. Ik, ik merk dat heel dikwijls bij de Andries. Sporters waar die een enorm naar opkijkt. ten mm. opzichte van die van mij vaak. Mm. Maar zo'n verschil in. Jij houdt heel veel van mensen die heel hard werken om ergens te komen. En, en die je constante aanhouden. Met, met een soort hard mm -hmm. werk dat soms compenseert voor flashiness of talent, maar meer een soort drive- en eerlijk doorzettingsvermogen. Mm -hmm. En ik ben een enorme sukker van die waanzinnig getalenteerde. Assholes. ja, 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 ja. Onge, ongeleide ja. projectielen We hebben zo ene bijvoorbeeld waar we altijd zo'n discussie over hebben dat is, dat is de beste vechter op de planeet in de ufc john jones hmm. maar dat is ook een hele foute gast hmm. die al vier keer gepakt is met doping terwijl dat je denkt waarom heb je dat nodig want, niet, want het gaat niet alleen over zijn, zijn talent maar het gaat vooral over zijn wat bij mij het, wat ik het knapste vind aan die gast is die is een onwaarschijnlijk inzicht in vechten hmm. Dat is echt letterlijk iemand dat naar iemand kan kijken, die je volledig kan analyseren en die je kan neutraliseren. Die je ja. kan echt zeggen: ah, oh, door ze te gaan gooien, zal ervoor zorgen dat je ik dat, dat, niet deed kunt, dat wapen niet kunt gebruiken. Dat dan, of nog erger, mm -hmm. ik kon u pakken op uw eigen kracht. Mm -hmm. Ik kom beter zijn dan dat jij ze in hetgeen waar jij het beste in zijn. Mm -hmm. En daar heb ik, hè, dat kan ik ontzag voor hem verzoeken. Voor ondanks het feit dat hij af en toe hier kortsluiting ja, of dingen nodig uh, ondanks heeft. Die ondanks die fout. Maar, maar, maar pas op, ik praat hier niet goed. want nee, nee. Maar dat is toch Lance Armstrong gegeven is? Dat net ook, hetzelfde, ook maar ik, dat is ik, een winnaar. Ik, mm. ik ben een hele grote fan van mensen die winnen, 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 winnen. winnen. Daar hou mm. ik van. Mm. Das, zo wil ik mijn eigen ook zien. Ik wil mijn eigen zien en zien dat ze zeggen... Ja, tende van zijn carrière, undefeated. Hè. Die heeft er niet gaten die is, die is naar daar gegaan en die mm. is daar gebleven. Hè. Mm. Terwijl dat soms de, de verhalen van de mensen die vallen, dat zijn heel mooie verhalen. Hè. Natuurlijk. Ah ja, dat, 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 anders heb je geen verhaal. Hè? Ik weet het niet. Dat denk ik dan soms. Ik weet dat niet. Ik denk, is dat niet menselijk? Zo, Johan Mussé is dat toch een geweldig voorbeeld van. Palmarès om u tegen te mm. zeggen. En toch gaan we het hier langer over Frank van den Broeke. Pete Sampras. Ja, zo van want... die gasten: hè? mensen die gewoon ja, ik... heel goed zijn in wat ze ja. doen. Maar neem, neem nu, ja, McEnroe als ja. een interessanter. wind verleest, wordt wat kwaad. Zo, smaak, wat zou de sport zijn zonder McEnroe's? Niks. Nee, dat niks. zijn wel de dat mensen die, die, de kijk, die de kijkers ja, aan ja. zich binden. natuurlijk. Ja. Langs de andere kant ben ik ook een geweldige fan van uh, Roger Federer, maar dat is ook de ideale schoonzoon. Mm. Ik heb die ook vaak uh, gezien op, op persconferenties en hem daar op die Grand Slam zien uh, rondlopen. Die zie je nooit, nooit uit zijn rol vallen. Mm. Saai. Maar die heeft natuurlijk op dat terrein wel iets... Oh, dat is mm. kunst, hè. Wat was, dat uw mening, dat heel... wat was uw mening eigenlijk over uh, Xavier Malice maar Xavier uh, was ook zo iemand hè, als -ie ook, talent, geweldig he? talent, ja. als die, die heeft er ook niet alles uitgehaald Nee. Hè? nee. Maar nee, die, die... En dat vind ik jammer, dan denk ik altijd, come on man. Maar kunnen we, dat, wil, ja. kunnen we dat misschien stellen, dat is gewoon een, een, een stelling, misschien hadden we het dan ook niet. Ah nee, maar ja, dat, dat, als je, een complete ja, sporter, dat een complete dat sporter heeft beiden Ja. Die... die... Je kunt, je kunt een gebrek aan talent compenseren met, 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 met wilskracht en uh, met inzet. Hè? Hmm. Zo, 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 maar dat geldt niet alleen in de sport, dat geldt in het leven ook. Hè? Ja. Heel, uh... Dat is ook mooi nog sport. Daarom ik word ik bijvoorbeeld in de sport ook altijd in, in de eerste plaats bekoord door uh, figuren zoals jij ze betrijft, uh, beschrijft. Uh, uh, van die supertalenten, maar misschien wel met een hoek af, waardoor ze soms dat talent niet helemaal kunnen verzilveren. En ik denk net ook omdat ik zelf ook niet zo ben. Hmm. Ik ben zelf meer het type uh, uh, als voetballer, maar ik denk misschien zelfs ook als presentator het type Gert Verheyen. Hè? Sorry Gert, uh, <laughs> met alle respect. Gert komt ook van Hoogstraat, ik mag dat zeggen, ik ken hem ja. van, van, van heel vroeger. Maar als je ziet, Gert is dat een uh, voetballer waar je graag naar kijkt, maar als je ziet carrière bij Club Brugge en bij Anderlecht. En zoveel keer uh, rode duivels. R rode duivel, misschien niet in de, in, in de beste generatie. Maar toch wat hij er allemaal heeft uh, uitgehaald. Maar goed, dat is iemand waar je uh, als trainer wat aan hebt hè. Het op, op het veld. Hè. Werkpaard, En op een gegeven moment staat hij toch voor de goal. Groot, sterk. Maakt zijn goaltjes. Ook slim ook. Maar is dat niet het leven? Gewoon uh, blij zijn ja. met wat je bereikt hebt. En vooral in het rijden zijn je met jezelf. Misschien Dat's, geeft Geert Verheijen, als, je, als je, je kan altijd zeggen, als we het percentage gewijs gaan zien, zit ik in de bovenste 1%. Ja, nee zeker. Mm -hmm. Maar dat is een kunst, hè. Tevreden um, ja, zijn en kijken naar wat je, wat, wat, je, wat je al bereikt hebt en niet naar wat je uh, nog niet hebt kunnen bereiken. En een mooie postcarrière ook, want op ja, televisie ja, zie ik ja, hem graag ja, bezig. Ja, Geert Verheyen past. Ja. Dat is een reden ja. om dat ze hem terugvragen. Ja, een mooie mens ook. Ja? Ja. ja, ik ken hem niet persoonlijk, maar ja. hij spreekt goed. Ja, en in het voetbalwereldje met een... Met een Rust en een uh, sereniteit, die je zeker bij, bij trainers mm. uh, niet vaak ziet, hè? Relativeringsvermogen. <laughs> Hm? <laughs> maar dan moet, wat, wat misschien ergens... moet je dat ook in de sport niet hebben. Hè? Wat, is, wat eerst... is het ergste om te interviewen? Een politicus of een trainer die aan ons verlezen is en dat niet wil toegeven? Eh, politici zijn het moeilijkste. Hè? Nee. Mourinho of, maar die, uh, Mourinho maar die, geven of... Ook, die geven ook zo vaak geen antwoord nee, hè, ze komen, Maar ze komen toch niet om op je vragen te antwoorden? Nee, die komen met hun eigen agenda. Ah, ja. hè. Die willen hun ding vertellen. Ja. En vooral wat, wat altijd het gevaarlijkste en het moeilijkste is om te interviewen, denk ik. Of, hè, ik zeg het, ik heb er niet de ervaring in die jij hebt, maar. Zijn mensen die in een achterban hebben waar ze rekening mee ja. moeten houden. Hè. Die is... bepaalde dingen niet kunnen zeggen. Ja. Ook al wilden dat ze het ja. zeggen, ook al wetten dat ze het vinden. Ja. Je kunt misschien dat gesprek twee minuten ervoor nog hebben gehad met Bart de Wever in de backstage. Hmm. Hmm. Moet die net dat niet in een ah, interview. Nee, want he. er zijn altijd die kiezers toch? Ah, ja. Daarom zou ik nooit in de politiek kunnen aarden. Dus als, ben, jij, ben jij nooit gevraagd? Jawel. Ja, nee, ik wil dus... dat niet doen. En de reden waarom is, ik, ik, heb, ik heb geen, um, ja, net, net daarom eigenlijk. Want mensen zeggen vaak, eh, ik, heb, ik heb ook al zo vaak gehoord, ah oh man, jij moet in de politiek. Ja. Eh, ik denk dat een of andere schrijver, ik weet niet meer wie het is, dus, maar er dat, dat is mij een aantal keer op mijn oor gekomen, dat was in een interview, ik denk in de Morgen of in de Standaard, want een bekende schrijver zei, als Alex Agnew in de politiek gaat, dan heeft Bart de Wever wel een probleem. <laughs> En ik, ik vond dat enorm flatterend ja, 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 ja. dat je dat zegt, maar dat is niet waar. Ay, en dat weet ik 100% zeker. Ook omdat jij dan ook moet plooien. Ik kan na... dat niet meer zijn ja, dan hè. Nee, ik kan dat niet meer zijn hè. Nee. Ik kan dat alleen maar zijn in mijn hoedanigheid als niks betekenende komiek, hè. Als iemand die, die zorgt voor wat afleidingen ja, de nar, de hofnar. Ja. De enige die je tegen de koning kon zeggen Juist. Jij doet het niet goed. Ja, hè? En, 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 ja, ja, juist, en hopelijk juist. nog en, met een lach, want dan en, ja, dus eindigt ja, 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 ze ja, ja. een kop op een piek. Dus je moet er heel hard mee op. Maar ja, maar, maar... daardoor, de NAR is vrij, hè? Ja, en ah, ik ben liever vrij. Ja, ik wil... Nu ben je ook vrij. En... Ik, wil niet, ja. ik wil niet, aan... Ik, 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 ik wil niet, want dan ga ik ook mensen vertegenwoordigen. Mm. En dan ga ik rekening moeten houden met partijstandpunten en met hè? dat vinden wij hier nooit. Ja. Ja, als je bij de zegt maar de, de CDNV, als je bij die zender wie zit, en de, hey, you tow the party line, dat is wat je mm, doet. Hè? Mm, en mm. ik wil geen party line towen. Nee, ik dat wil zou komen jou nooit werken. En kunnen zeggen, ja, maar dat is wel bullshit, hè, wat ja. je daar nou zegt. <laughs> en, dat is, en dat lukt ook alleen ja. maar omdat ik, ja. omdat ik die, die maar een die een geld ben. voor u toch ook. Ja, met hetzelfde. Ben, ben jij nu vrij? Ah, nee, nee. Trouwens als journalist. Als journalist ben je nooit vrij. Zoals je, zoals je net zegt, ik kan, ik kan niet een, een, een gesprek aangaan om, om in een poging om, om, te kunnen, om, om te winnen of iemand van mijn gelijk te overtuigen. Hè. Zo werkt dit niet aan. Hè. Ja, maar zelfs hier... Ik, wij kunnen nee, niet, nee, zeggen, nee, je kunt nee, hier ook niet zeggen bijvoorbeeld nee. wat je politieke voorkeur is. Dat kun je niet zeggen. Nee. En, los of van of dat, je in, dat wil, in Nederland of niet. is er een traditie dat ze dat uh, wel eerder doen. Prem heeft me dat een aantal keren kwalijk genomen. Hè. Hmm. Zeg het hè. Ja. Want dan, daar is iets voor te zeggen, want dan, dan weten ze tenminste, mm. dan weet iedereen um, vanuit welke hoek je vragen komen. Mm. Wij hebben hier meer in cultuur, je moet proberen altijd die objectiviteit te houden. En ook al ben je zelf van dit of dat overtuigd, moet je zorgen dat je het van alle kanten blijft bekijken. Maar om het nu bijvoorbeeld eens concreet te maken, die uh, klimaatbetoging. Ja. Mag ik daar naartoe, als journalist, en op de eerste rij gaan... Uh, Betogen. Gaan rondlopen en gaan betogen. Mm. Het is een betoging tegen, of een oproep aan, politici om uh, dit en dat te doen voor mm -hmm. het klimaat, maar met de boodschap van jullie doen uh, wat, wat je nu doet, is, is ruim onvoldoende ja. en te weinig. Waarmee mm -hmm. een aantal politici, beleidsmensen, uh, aanvalt. Mag ik daar voorop gaan lopen als journalistiek? Mm, als journalist? Mm. Moeilijk. Mm -hmm. Ik denk dat ik wel... Uh, Um, zou mogen meegaan, dat ik dat kan maken. Maar. dan moet ik toch niet te veel uh, in de picture lopen. Want stel dat ik Sander en Dags. neem nu maar. Uh, je schouwvliegen moet interviewen. En ik heb daar liggen. of, of, of ik heb daar lopen betogen tegen. Snap je? Dus ja. je, je rol. Dus de je objectiviteit bent als ja, eigenlijk. Ja, hè? Dus ik ben ja. als journalist ook mm, vrij, ja, maar. Is dus klimaat misschien de uitzondering, omdat dat iets is dat landoverstijgend is? But dan nog, denk ik. Hmm. Ik denk dan nog, omdat, omdat er nog altijd een soort... Goh, we moeten dat zeggen. Je, je wilt niet als je zo iemand interviewt, dat ze je ergens op kunnen pakken. Voilà, voilà. Want je hebt dan ergens een... een, een, een ja. Oké, okay, maar knuppel in het hoenderhok. Mm -hmm. Martin Tange. Niet, Wat is het van Martin Tang? Eh, uiteraard veel respect voor ja, Martin ja, Tang, daar gaat het niet over. Maar er is veel kritiek ook op Martin Tang. Dat als er een rechtse politicus moet geïnterviewd worden of er wordt rechtsnieuws verteld door haar. Misschien zit dat ook in mijn kop bijvoorbeeld. Maar je kunt soms de indruk hebben dat ze het een al liever laf leest dan het andere. Ja, maar dat, kan, dat kun je van elke presentator, van elk nieuwsanker zeggen. En zeker als het op de openbare omroep uh, gebeurt, dan is er toch altijd zo een framing, een linksbolwerk. Dat is toch altijd al. Uh, nee, maar soms. Zo soms omdat, omdat, omdat die prem zei van. Ja, soms kun je het beter zeggen, dan zit er vanaf. Want er komt het op neer. Dan is dat ook geen issue niet meer. Mm -hmm. En als ik ik soms zo. Uh, uh, en ik heb daar niet veel of zo, maar bij Martin Tang, kan ik, ik soms ook wel denken. Nu is het wat moeite om het weg te steken. Ja, nu, nu je, je kunt denken wat je wilt natuurlijk. Hè. Dat is waar. Maar wie zegt dat je, dat je gelijk hebt, hmm. dat is ook waar. Dus uh, dan, ga je, dan ga je af op, uh, op indrukken. En ik denk dat Martin ook haar uh, geweldig uh, haar uiterste best doet om het uh, zo objectief mogelijk te doen. Ja. Allee, ik zie daar het probleem niet. Nee, ik ook niet. Nee. Maar. Als het gaat over, als er zo'n dingen gezegd worden, dan is de ene precies er al oh, zie je dat, vlakker of neutraler in. Dat, of kan den indruk geven? Mm. Dat is een kritiek dat er is. Hè. Dat, dat, dat lees je wel soms bij haar, dat dat ervan gezegd wordt. Ja, je leest misschien, in een bepaalde aankondigingen zal er een zekere betrokkenheid zijn. Hè? En dat kun je dan aan iemand merken, maar uh, mm. dat, uh, dat hoeft geen probleem te zijn. Het is ook, het is ook nou. een, andere, een andere mentaliteit hier, hè? dat voelde wel heel hard. Ik heb dat ook ooit eens gehad, bij, uh, toen ik bij Kobe Ilsen zat, bij de laatste week, en dat was uh, een aantal van dezelfde redactieleden als, als bij u, mm -hmm. dat hij toen ook tegen mij zei... Ik had, op een bepaald moment zat ik tegenover Bart de Wever en ik had gezegd, ja, ik heb niet op u gestemd, maar mm -hmm. hè, dat is eigenlijk al dat ik gezegd had. Mm -hmm. Ik had niet gezegd op wat ik wel gestemd mm -hmm. had. En die... En ik, oh, ik, weet, ik ken zijn naam niet meer, maar hij kwam achteraf tegen mij zeggen van, ah, vind ik jammer dat je dat deed. Dat moeten je niet doen. Ah, hè? Zo, je, moet niet, je moet niet zo'n soort kleur bekennen: van ik heb daar wel of niet voor gestemd. En dan heb ik tegen hem gezegd: Ik heb ook nog altijd op het Vlaams belang kunnen stemmen. Hè? Dat weten we <laughs> niet. Ja, ja, ik zeg, I could be infinitely ja, worse. Ja. Dat, is, dat, is en, niet, dat is niet gezegd. Ik heb gewoon gezegd: Ik heb niet op u gestemd. Ja. Hè? En ik, ik ja. ben iemand die dat als komiek, want ik begrijp wel heel goed wat dat je bedoelt als je het hebt over uw objectiviteit. Ik mm. moet dat ergens ook hebben omdat er iets in mij moet zitten, en ik doe dat heel graag in mijn comedy van het wat in het midden te laten. Ja. Dat mensen nooit echt een idee hebben van welke hoek komt hier, dan ah. kunnen de mensen ook nog wat verbazen. Juist, en omdat je misschien ook, ik weet niet of je daar rekening mee houdt, dan ook uh, fans kunt afstoten. Als je kan het expliciet doen? kiest of, of als doen? je echt zou zeggen van kijk, ik heb daarop gestemd, mm -hmm. of, of zou zeggen van doe dat ook, ja dan, 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 dan ga je natuurlijk ook wel fans voor het hoofd stoten nemen. Ja, en ik of. hou er ik... eigenlijk ook niet van als ik andere comieken het zie doen. He, je mm. hebt zo bepaalde comedians in Amerika die overduidelijk en de Vote Democrat gasten zijn, die ook letterlijk op podium komen. En dan bijna, waar ik dan heel zenuwachtig van word, want daar hou ik nooit van, waar dat dan bijna um, kritiekloos staan ten opzichte van iemand als, uh, als Hillary Clinton, waar ik hmm. van denk. Kom aan man. Dat gaan we nu toch niet nee. doen. Hè? Nee. Zo, daar moeten één bladzijde over lezen. Nee. En je weet dat je niet moet afkomen met. We had a perfectly great female candidate. Nee. En een zot. Nee. Dan denk ik: nee, nee. Je hebt een oorlogzuchtig, corrupt wijf. Wat nee. die alles vertegenwoordigt. wat er mis is aan de status quo. Nee. In die zot. Ja. En dan dus... is het moeilijk kiezen, hè, man. En dan als is je het twee moeilijk kiezen. kiezen. Want waar de hel gaat het ja? komen? Want ja. Ik kan ook niemand. Want als iedereen zegt: hoe kunnen Amerikanen nu stemmen op, op Donald Trump? Dan denk ik: Wa, wat was hun alternatief mm. op dat moment? Mm. Hè? En daarmee bedoel ik niet: ja, je gaat op Trump moeten stemmen, maar eerder. Ja, dat waren echt twee heel slechte keuzes. Hè. Ja, Je nee, had uh, niet veel om mee te werken. Want de, ja. het was niet leuk geweest. Aan de andere kant ook niet. Nee, nee, en maar... deze, is op deze heeft op zijn minst nog een klein beetje. En nu ga ik. Moeten, allez, niet moeten oppassen wat ik zeg, want ik moet het gewoon uitdrukken. Het heeft wel een soort ne jamais vu. Ja, en nu... Eh, pas op, hè. Nu, for better or for worse. Nu, nu ben je eigenlijk het antwoord aan het geven op de vraag hoe kunnen ze in godsnaam op die, die gast met zijn, uh, met zijn oranje haar stemmen. Ja, ja. Wel, je hebt eigenlijk al voor een deel het antwoord gegeven, hè. Ja. Dus dat, dat, dat... Daarom net wel, hè. Laten we zien gaan, wat er, wel, er gebeurt, is, hè. Ja. We gaan het dus wel doen, hè. Zo is het ook gebeurd, hè. Ja. Beetje, dus. beetje met brexit ook, hè? uiteindelijk ook een soort ding van. We gaan het nu ja, wel eens ja. doen. Nee, zeker. In plaats Adel, van. Ja. 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 En uh, nu zitten ze met de gebakken peren. Hè? En als ze het opnieuw zouden doen, hè? want er is dan nu eventueel misschien sprake van opnieuw een referendum. Hè? Ja. Je kunt nog eens dezelfde uitslag hebben. Hè? Dat zou goed kunnen. Want dat is zeker niet gezegd, ja. uh, nee. dat, is zeker niet gezegd dat dat nee. gaat omdraaien. Nee. Want iedereen veronderstelt nu. Voilà. Er wordt heel hard verondersteld. Ja, ja, ze nog maar eens een referendum ja. doen. En dan zullen ze wel slimmer zijn. Maar wie zegt dat? Zo, zo, nou ja, voilà. Net zoals we de eerste keer dachten, van zover gaan ze het nooit laten komen. En zoals we de eerste keer dachten, uh, Trump gaat toch nooit president worden? Misschien zelfs een tweede keer, hè? Ja, dat waarschijnlijk. Waarschijnlijk, ja. Ik, denk, ik denk dat de, de kans veel groter is dat het met nog een keer wordt dan dat iemand anders is. Ja. Of het moet al zo. iemand heel zot zijn dat er tegenover staat. Hmm. Want ik denk, ik vrees een klein beetje, en uh, we hebben dat nogal gehad, hè, want ik, ik, ik trek altijd redelijk wat parallellen, Allee, ik, hè, ik, bedoel, ik ben niet de enige dat dat doet, maar ik heb altijd een gevoel gehad bij, bij Donald Trump toen hij president werd, ik kreeg heel hard het Ronald Reagan gevoel. Hmm. Wat ik ook mee bedoel, iedereen dacht een acteur. Hè. In die ja. tijd was dat het zotste dat je je kon inbeelden. Hmm. Hè van Jesus, Een cowboy. Jesus Christ. en de cowboy, ja, ja. really? God, die president laten worden. Dat is de belangrijkste president geweest van de laatste 30 jaar. Hè? En in deze zou het nog eens terug kunnen zijn. Ja, ja, dus... Alleen al puur al hoe dat er met de media omgaat. Want dat zijn de Dries van Langenovens van deze wereld. Hè? Die dat daar naar kijken en zoiets hebben. Oh, jij komt af met feiten. Ik zeg gewoon dat dat niet waar ja, is. Ja. En niet alleen dat, maar wat, wat als, president, je, als je bij, als je bij, bij Trump ziet dat constant demoniseren van de pers dat die mm. het doet. Constant, Je ja, die maakt die eigenlijk al monddood voor alleen dat ze nog maar kunnen beginnen. Dat is een beetje angst aan ja. Dat is angst aanjagen, Want de hè, pers maar... is ook natuurlijk het komt ook van ergens als om ze zich fake news, want dat is ook iets wat, wat zo vaak niet gezegd wordt, Andries is iemand dat dat soort dingen bijvoorbeeld ook heel dik zegt, want ja, die een beetje meer over politiek dan mij, dus dat is handig om zo'n normaal <laughs> te hebben die is zo die die, maar er is wel een ding op te zeggen. Ja, de fake news kaart kun je ook alleen maar trekken. Als de media het vaak nogal niet zo nauw met zijn feiten heeft genomen. He, waardoor dat de, 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 de journalisten die het wel doen. Ah, ja. Ja. Die, het slachtoffer zijn uh, van die, al die. die betalen de rekening. Van de gawkers en de stories. En, de, en al die andere dingen. die ervoor zorgen dat, dat, dat er eigenlijk ook maar wat geschreven wordt ja, he, door dan, de media. Ja, en de anderen die, die steken ze dan in dezelfde pot. He. Je maakt er een pot nat van. Je scheert ze over dezelfde kam en die betalen dan de rekening voor degene die het inderdaad met die waarheid niet zo nauw nemen. Hè. Dat is, uh, maar dat, dat, in deze tijden uh, leven we nu en dat maakt het als uh, uh, journalist die het goed meent en die uh, probeert de, de waarheid te achterhalen. Want dat, dat is toch mm -hmm. de eerste opdracht van een uh, journalist, denk ik. Mm -hmm. De mensen... Um, Um, inlichten over wat er gebeurt en de waarheid naar boven spitten. Is er zoiets ja. als de waarheid? De ultieme waarheid. Maar sommige dingen wel, hè? Sommige mm -hmm. dingen zijn, kloppen of kloppen niet, hè? Bepaalde uh, getallen, cijfers, ja. en die kun je dan soms ook weer uh, interpreteren. Maar sommige dingen zijn gebeurd of zijn toch niet gebeurd, hè? Ja. Ja. sowieso. Ja, maar een ultieme waarheid. Sommige dingen vallen toch nog altijd te checken, hè? Ja ik, ik. ja, ik hoop van wel. Ik hoop van wel dat je niet terechtkomt in een ding waar de, dat de waarheid eigenlijk een soort... Ja, eh, depends on your point ja, of view-ding waarheid. Wordt, van, nee. wat, dat, wat dat nu wordt. Nou, dat, dat frame proberen ze nu wow. um, ja, te schetsen, hè, die context. Want ik wou nog maar... even iets van u vragen over... Hmm. Um, John Oliver. Hè? John Oliver had ooit iets gezegd over België: dat het de chocolate-covered gulag ja, was of ja, zo. Hè? Zo maar, de Belgian shithole. Ja. En jij hebt daar toen een weerwoord ja, op. Ja, maar gedaan. Dat, wil, wil ik, dat, is, dat wil ik nog wel eens even uitleggen. Dat ja. is een, een fout manoeuvre geweest, een uit de hand gelopen uh, uh, ja, idee. Mm -hmm. Maar um, er was ons ook gezegd: je mag al eens proberen iets zotter te doen. Of is buiten de lijntjes uh, te kleuren, loop maar eens buitenspel. Uh, dan word je hier en daar wel eens teruggefloten, maar, maar misschien maak je dan ook een doelpunt. Doe maar eens wat zotter. Ja. Uh, nooit geschoten is altijd mis. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus dacht ik van: ja. laat ons maar eens, uh, maar, maar eens schieten. Ja. Maar je mag je nooit, en dat heb ik ook wel geleerd, um, in een rol um, laten dwingen die, die je niet ligt. Ja. En dan, uh, dat, dat, dat was een idee van, uh, van mijn redactie, mm -hmm. smorgens, ik heb een heel, uh, een heel jonge redactie, heel enthousiast en, en uh, die kwamen daarmee af smorgens en we hebben toen gezegd van pff, uh, probeer maar eens, uh, als je dat zo graag doet dan, 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 dan werk maar eens iets uh, uit en dan hebben ze daar met, met een paar mensen een hele dag aan gesleuteld en dan iets uh, voor mij gemaakt dat ik dan uh, moest Inspreek, maar we hebben dan net voor de repetitie heb ik dat dan uh, ingelezen. Maar ik voelde me dat, daar al als als, als is iemand die in een vol, compleet verkeerd toneelstuk werd gecast. Ik heb dat dan ingelezen, ik heb dat dan gezien. Ik zeg dat, 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 dat is niet goed, dat is niet grappig. Ik mm -hmm. heb dat tegen de eindredacteur toen ook gezegd, maar toen heeft hij gezegd: weet je wat, ze hebben daar zo lang aan gewerkt. We zetten, ja. het, we zetten het online. Ja. Maar ja, ja. Niet, of, ja, als iets ergens online staat, dan heeft iedereen het natuurlijk gezien. Ja, ja. Dus die fout hebben we gemaakt, dan we zullen we het dan gewoon Goh, maar even moet, online zetten. Moet... En twee, het was ook... Ik, dit, 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 ik dit, moet dit, toegeven, het... ik vond het niet het, zo ja, erg. Maar... Wij, hebben het, wij hebben het gisteren, eh, of weer gisteren bekeken, van het. het weekend, en ik had alleen Jawel. maar erover gehoord, eh, en er waren zo enorm veel reacties, ook van collega's van mij, ja. en eh, ja. het begrip satire is nu officieel dood, en ja, noem ja, maar op. Ja, maar ook terecht. Want het, ja, ja ik, 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 moet, ik moet eerlijk zijn, en nu ga ik, eh, ik, gaan, ik gaan ook in discussie moeten gaan met mensen doordat ik dat zeg, maar ik zat hmm. er nog te kijken en ik dacht, goh mannetjes, zo erg was het nu ook weer niet. Nee, maar... En ik heb nog een klein beetje, uiteindelijk, ik kwam, moest nog lachen dat je op het einde zo met je chocolaat zegt ja. van, uh, oh ja trouwens uh, John Oliver, ik weet dat je geen Amerikaan zegt. gefeliciteerd met Brexit, ja. even buiten en zo, hmm, goede chocolaat toch? Hè? <laughs> en ik had wel zo een moment, alle twee zo'n moment dat we dachten, ja tuurlijk, bedoel, het, het probleem is en je hebt het zelf mooi aangehaald. Hmm. Ze hebben nu gecast ja. in een rol die een jij niet zet. Nee, hè? Als, als jij dat doet, en je doet het dan beter natuurlijk. Ten eerste, het was niet goed. Ja. Nee, het, was, het was ook niet goed genoeg. Als grap. En twee, um, satire. Ik moet. Hij brengt zo'n show. Ja, dat is een ding ook. Ja, okay? Dus het is zo so dom van mij. Ja. Om, om dan ook plots uh, satire te gaan doen. Als een soort van spin-off. Nee, nee. Nee, nee. Ik. Uh, ik heb. Uh, onlangs um, Michael Palin ja. um, op bezoek gehad. Hier mortier was er ook bij, want hij een heel fijne uitzending gemaakt. En ik heb me eigenlijk bijna toen weer laten verleiden. Weet je, hij heeft daar een, uh, een sketch met uh, Monty Python, waar hij um, uh, de Belgians uh, in, in mootjes mm -hmm. hakt. En daar hebben we ook een, um, een fragment van laten zien. En dan helemaal op het einde um, van, van het gesprek was het echt, echt heel erg goed gegaan. Maar dan dacht ik van, ik moet hem nu ook terugpakken. En heb ik eigenlijk bijna dezelfde fout gemaakt. Ja. Want dan kom je ook weer uit Monty Python, satire. En toen heb ik hem bedankt en heb ik hem zo nog een, 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 een dan zo'n motherfucking um, uh, English tongue. Ja, ja, ja. En toen dacht ik achteraf van. Na, 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 na. Ja. Dan val je eigenlijk weer uit je rol. Want dan ga je zelf ook weer um, ja. satire doen, snap je? Dus uh, ik moet daar beter over waken over die rol, rolverdeling. Ja. Mag je mag natuurlijk wel eens een grap uithalen en, 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 en iets in elkaar steken. Maar je moet niet. Ik moet geen satire. Ten eerste, ik kan het niet. Mm -hmm. Want ook dan, hè, dan, moet je, dan, moet je, dan moet je een redactie hebben die daar ja, goed in is. Hè? Ja. Oh, wat ja, zou die... ik op 1, 2, 3. Uh, goed satirisch uit de hoek kunnen komen. Hè? Dus dat. Dat zijn, ja, dan ja. moet dat ook, ook de opzet van uw programma zijn, wat al sowieso bij John Oliver alleen en zo is gedaan. wat hij doet. Ja. Het is wel cool dat je dat zegt, want er zijn weinig mensen die dat, dat zouden toegeven. Dan voel ik eerder dat je dat, veel mensen zouden er omheen gaan dansen en er zo'n soort uitleg aan geven. Nee, dit maar was on, onverstandig en, en ook niet, niet uh, goed gedaan. Mm -hmm. Je moet ook je, je, moet je limieten kennen, hè. En is dat iets waar je echt van zegt. Oh, als er nu nog eens met zoiets aankomen, daar zeg ik meteen op: nou, Ik ja, kan ja, dat ja, niet ja, doen. Ja. Ik ben veel voorzichtiger geworden, al, ja. En ja. je wordt voorzichtiger. En voorzichtiger natuurlijk. Je moet oppassen dat je niet te voorzichtig wordt. Ja. Omdat je bang bent van oh, dan gaan ze me daar weer mee op pakken, of dan is dat weer niet goed. Of, uh... Maar goed, dat heb je wel. ja. Maar dat is nog een hele mooie uitspraak van u. Misschien om mee af te ronden. Maar mm -hmm. ik vond dat een hele goede. Uh, er stond iets in één uh, interview met u, dat jij zei. Of dat werd over u gezegd in ieder geval, heeft uh, tijdens zijn legerdienst geleerd dat je orders niet zomaar klakkeloos <laughs> moet navolgen. <laughs> ja. dat, 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 dat roept een vraag op, dat ik denk, wat heb jij meegemokt in het leger? Dat je dacht, nee, je des, dat gaan we niet. Ben je er zelf geweest Nee, nee ik ben de eerste lichting die eruit gevallen ja, is. Dat ja. Ik na, wij, wij moesten nog, Twaalf ja. um, maanden hè. Mm -hmm. nou hou je niet voor mogelijk. Hè? Dus plots moet je uh, ja, een legeruniform aantrekken. En moet je het land gaan uh, dienen. Maar dus je bent net afgestudeerd. En een jaar van je leven um, verlies je. Ik, ik kreeg 100 euro per maand. 3800 frank per maand. Dat is 100 euro. Ja. Ik ben dan al weg van huis. Hè? Ik, ik zit op Kot in Leuven. Ik had een studiootje. Dan kun je niet zeggen van, uh, ma, pa, hier ben ik terug. want nee, dus wat heb ik dan gedaan? Ik had toen al dat allereerste examen meegedaan op uh, de VRT. En ik ben dan uh, begonnen op de wereldomroep om te roepen. En ik heb dan een brief gestuurd naar uh, Jan Wouters, de sportredactie. Ik deed toen al graag sport. Ik zeg... Ik ben soldaat militia, uh, nummer zoveel. Je hebt dan, je hebt dan zo een, 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 een ijzeren plakkaatje. Nee? Ja, ja. Maar ik hou van sport en ik, heb, ik, ben, ik ben met mijn weekends vrij. Kun je met mij iets doen? En hij heeft me toen uitgenodigd. En ik ging dan uh, in de weekends op de sportredactie werken. En s'nachts na mijn shift daar in, uh, in Everen Ever, reed ik naar uh, Brussel uh, om daar nog tot, uh, ja, tot een uur of twee s'nachts om te roepen op de wereldomroep. Um, maar goed, een gans jaar lang in, 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 in het leger, ja, dan, dan leer je te beseffen: van uh, ja, je moet niet op alles, uh, op alles ja zeggen. Hè. Ja. Maar dan ben ik eigenlijk, wat zal ik zeggen? Soms ben ik veel te veel nog uh, ja, een te goede soldaat. Ja. Ik denk dat jij, <laughs> jij zou in een peloton zou je het nooit hebben uitgehouden. Nooit, hè. Geen ik weet vijf minuten. Niet. Ik hè? weet het niet. Ik nee. weet het niet. Ik heb geen maar idee. Maar ik kan dan wel, ik kan dan wel van, voor de goede orde, komaan. Ja. We zullen dit spelletje maar even meespelen. Mm -hmm. Dus, um, maar ik zou wel liever een stoutere soldaat geweest zijn. Dus ik ben toch wel iemand die zo voor de goede orde een tijdje mee in het gelid blijft lopen. Tot mm -hmm. op een gegeven moment zei, nou, dit is ja. erover, hè. Nu stop ik. Ja. Maar ik had jou wel eens graag gezien, eerlijk gezegd, in mijn peloton. <laughs> ik heb geen idee wat dat man. geworden zou zijn, ik weet het niet. Want ik, ik moet wel zeggen, ik heb bijvoorbeeld jarenlang um, gevechtssport gedaan, en dan mm -hmm. moet je ook uh, een soort rangorde uh, respecteren, ja, 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 en dat heeft ook discipline. Ja, maar dat is iets anders, hè. Ja, waarschijnlijk. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, ik heb geen idee hoe ik daarop zou gereageerd hebben. Wat denk je, ga in het leger. Ik, ja? Ja wat would that have been? Ja, ik denk uh, dat het verschil met gevechtssporten is, dat het uh, allemaal te maken heeft met respect. En als je ja. iemand niet respecteert, die je je orders geeft, ja, dan zit je verloren. Ja. Ja, ja, ja. plus ook nog het, uh, het, ja, het, het, het zin. Welke zin heeft het? Mm. Dus jij weet waarom je dat doet in, 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 in een uh, gevechtssport. Dat heeft inderdaad ja, ja. met uh, respect te maken, in een bepaalde discipline. Zelfontwikkeling, ja, en dat ook, soort ja. dingen, ja, tuurlijk. Ja, en je ziet ook sport, bij, bij sport hoort ook een vorm van, uh, van discipline, hè? Mm -hmm. Uh, in elke sport regels die je uh, moet naleven. Want je kunt, je kunt elkaar maar bekampen als er bepaalde regels zijn. Mm -hmm. ah, ja. Ah, ja. En binnen dat reglement moet je dan proberen de beste te zijn. Maar dat is dan natuurlijk een contract, een afspraak die je hebt. En dan kies je voor die sport en dan probeer je, je daarin te ontwikkelen. Maar ja, in het leger ontwikkelen <laughs> zin. Om s'nachts in een tentje te liggen met, uh, met, 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 met een val of wachten lopen met. met uh, er zijn anders toch mensen, die, die, en niet daarom domme mensen, die zeggen dat het ook zijn voordeel had. En dat het misschien niet zo slecht uh, zou zijn als het terug zou ingevoerd ja, worden. Ja, er zijn er toch een paar die teruggegaan zijn. Jonathan uh, Hollslag bijvoorbeeld. Hè? Ah ja. Professor Hollslag. Ja. Ja. Die nu terug een, een, een opleiding is uh, gaan volgen. Omdat hij vindt: van ja, we hebben een. Uh, die vindt ook: we hebben een leger nodig. Hè? Uh -huh. En het kan. En, het kan ook terug oorlog worden, hè? Ja, tuurlijk. En wie weet komen de Chinezen ooit af, hè? Ja. Adol, de, die, dan... En die zijn mee veel. <laughs> die zijn <laughs> me veel. En dus ze kunnen maar uh, beter een legertje. Het nou. is dat, ja, natuurlijk. Dat, dat zijn ook van die van die. Uh van die kritieken die dan soms komen op, op zo van die dingen als die F-16's of zo en als ze dan zeggen ja moet dat dan weer en dan denk je ja zo ergens als je je steentje wilt bijdragen bij de Verenigde Naties moeten dat soms ook wel doen natuurlijk ja maar als de discussie ik... gaat dan natuurlijk ja. vaak over het gebrek aan transparantie en ja. dat het niet op een juiste manier verloopt. Ja. dit is die, dus nooit dat tegenwoordig, kan dat niet meer, hè. Een, een simpele discussie. Het <laughs> is altijd veel meer, het is ja. altijd gekleurd. Ja, ja, ja het is ook vaak moeilijker dan uh... We weten ook niks. Hè. Nee. Mm -hmm. nee, en dan, nee, nee. En dan moet je dus, dus je weet ook niks, dus je, de pers... Moet je, moet je maar gespecialiseerde persraad raadplegen. En die moeten jou dan maar, of jij moet maar op naar informatie gaan zoeken. Mm -hmm. En wij moeten dan zorgen dat je die, dat je die krijgt. Totdat er iemand die opstaat en die zegt: ja, maar dat is niet waar, hè? Dat is fake news. Dus wanneer weet je het nu nog? Ja, dat is een goede vraag. Wanneer ben je genoeg geïnformeerd? Mm -hmm. Dat wordt moeilijker en moeilijker, hè? Enfin, dat gaan we hier niet oplossen. Nee. Dat nee. zeker niet. Nee. Ik heb zo'n gevoel dat we daar zo'n zo gigantische mineur aan het eindigen zitten. Ja, zo je het over van, het leger. Van God damn it. Ja, ja. ja, het leger. Maar dat is blijkbaar toch iets waar je niet gelukkig van geworden bent. Nee, dus, nee, 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 maar ik ben daar doorgemoet en ik heb dat ja. uh, overleefd. Ik had het geluk dat ik in het leger ook nog tv mocht maken. Mm -hmm. en, uh, dus ik heb dan een maand een opleiding moeten volgen, maar uh, daarna heb ik niet echt nog soldaatje moeten spelen. Dus nee. dat viel allemaal, Hoe geregeld. Dat allemaal nog ja. goed geregeld. Goed geregeld, ja. Ja, soms moet je, ja. Hoe ziet u eigenlijk uh, het, het de carrière eindigen? Wel, dat weet ik niet. Maar ik zou, soms denk ik, goh, zo talkshow. Ik blijf dat doen tot mijn, uh, tot mijn pensioen. Maar ik voel nu wel... Voel dus je je nu wel... hebt dat toch al gehad met andere dingen. Hè? En dan denk de, je... Ja. gaan iemand u weer moeten ompraten? Nee, nee, nee. Of? nee, 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 nee nu. Ik voel nu bij mezelf iets... <laughs> Zo nee, dus, is het altijd geweest. Ja, het hè? is dat. Hè? Maar nu voel ik wel iets kriebelen. Ik heb tien jaar... Um, ik, ik heb tien jaar Studio Brussel gedaan, laten ons zeggen. Tien jaar sportredactie en tien jaar talkshow. Tien jaar doe ik dat nu al. Hè? Mm -hmm. um, ik 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 ben nu een beetje eenvoudiger aan het voorstellen. Dat is, want ik heb natuurlijk die sport nog lang gecombineerd met talkshow. Maar uiteindelijk hebben we dat dan helemaal afgebouwd. Dus ja, ik voel mezelf wel op een kruispunt komen. En ik voel mezelf, ik hoor mezelf de vraag stellen: Is het niet tijd voor iets anders? En now for something completely different. En wat dat dan moet zijn, ik weet niet. Wat ik wel voel, ik zou nog wel eens graag uitbreken. Ja. Want zo'n talkshow. Geweldig om te mogen doen. Um, wie er allemaal niet op bezoek is gekomen, heel veel mensen uit alle sectoren die ertoe doen. En die komen, die komen graag en die komen graag terug. En je mag daarmee praten, dat is geweldig privilege. Nadeel is, ik kom al tien jaar die studio niet meer uit. Dat is allemaal daar ter plaatse. Ik zie geen daglicht mm. um, van de ene vergadering naar uh, de andere. En je, ja, om tien uur s'avonds kom je buiten. Je weet eigenlijk niet wat verweer je gehad hebt. Dus het is heel erg opgesloten en heel erg binnen. Dus ik zou nog wel eens graag um, ja, uitbreken. En hoe zie je dat? Dat weet ik niet. Dat kan van alles zijn. De, de, de tour bijvoorbeeld, dat is uitbreken. Hè? Dat is mm -hmm. net het tegenovergestelde. Hè? Ja. Dat is constant buiten, maar letterlijk. Terwijl ik nu in een studio uh, word, word, word gesminkt en wordt uh, aangekleed, is mm. daar alles on the road. Hè. Van morgens vroeg tot s'avonds laat ben je in, uh, in beweging. Hè. Dus op, die renners achterna, eerst naar de start. En dan vertrekt dat peloton, je materiaal doorsturen via satelliet. Hè, en dan hop erachteraan. En dan, dan ergens positie kiezen. En dan afwachten wie heeft er gewonnen, bellen, kunnen we er naartoe? Waar is dat hotel? Hoe ver is dat? Ondertussen even, even stoppen voor, 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 voor een mooi decor om in het journaal nog even iets te doen. Toilet maken doe je dan? Doe je dan? Ik sta daar dan nog vol in korte broek of als het 35 graden is op, 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 op mijn sliten. Mm -hmm. En dan maar even in de achteruitkijkspiegel van, uh, van, van de, de satellietwagen. Met haar proberen wat, wat recht te zetten. Hemdje aantrekken s'avonds om dat interview te doen. Ja, die proberen allemaal netjes terug in te plooien in die, in, in, in die valise dat het allemaal deftig blijft. Het is dus heel de tijd in beweging. En je, 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 je strompelt dan s'avonds om, om twee uur ergens een, uh, een, een hotel binnen. En Sander en morgens, hopla, on the road again. En zie u je wijgen je dat terug doen. Dat of dat de... dat, Nee, niet terug de tour, hè. Nee. Maar zoiets. Ja. Maar zoiets. En uh, ik, ik zou graag. Het zou fantastisch zijn als dat professioneel nog eens kon. Hmm. Uh, maar los daarvan wil ik ooit. Af, die, die, uh, wat ik ooit nog zou willen. Als ik ooit nog iets zou willen doen. en zou willen leren. dan is het paardrijden. <laughs> Daar is mijn dochter keihard maar mee echt, bezig. Maar dan, wil ik, ja. maar dan echt nou, niet zoals hier. zo'n manijs. Maar, maar om dan. Het vee binnen te gaan halen in, in Amerika, dat gebeurt daar nog in Wyoming. De, You're gonna, de, de gonna be a cattle, cowboy. Ik wil, echt, 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 ik zeg, dat ze doodgraag <laughs> oh, dood eens doen. Dit <laughs> is fantastisch. Nou, dus, yeah. Dat doen ze dan nog. Dus kettle uh, in, in de winter, uh, ja, die meer op die hoge lege wie, ja, 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 ja. En tegen de zomer gaan ze weer naar beneden halen. En dan eventueel met de gitaar op, op, op mijn rug. Dan moet ik ook nog gitaar leren spelen. Dat is eigenlijk ook nog iets wat ik altijd wilde doen. Kunnen zingen? Uh, ik, kan, ik, zingen, zingen, ik heb geen geweldig goede stem, maar ik heb. Ik heb, ik heb, uh, ik heb zo, je hebt wel een hele mooie spreekstem ik heb mijn, dus. mijn stem, ja, Maar dat is nog iets anders. Hè. Ja, dan Dat is waar. waar. Voor bij een uh, metalbandje zo misschien. <laughs> misschien wel lukken. Moet je daarvoor kunnen, 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 kunnen zingen. Dat je we niet voor kunnen zingen. Ja, ja, dat ken nee, ik. Maar ik, heb, ik ben in, in een knapenkoor <laughs> ook allemaal geweest. Hè. En ik heb, uh, ik heb mijn uh, muziekschool en zo gedaan, dus ik kan wel kan een toontje houden, laat ik het zo zeggen. Maar je moet niet kunnen zingen om uh, bij een kampvuur met een gitaar. Uh, I'm a poor a lonesome cowboy. Uh, ik hoorde uh, het uh, nummer al in mijn <laughs> kop toen het zei. Ik kreeg een lucky look: einde van het verhaal, zo weggalopperend ja. naar de ondergaande zon. Zo wil ik einde, ja. Dat wil ik nog wel eens doen, ja. ja. Met zo'n rietje in mijn mond ja. op een paard. Of op een zeilboot. Als ik ooit het groot lot win, dan koop ik een zeilboot en leer ik zeilen. Dat is ook, maar dat is een beetje hetzelfde gevoel, denk ik. Wegzeilen weg of wegrijden. Op een paard, op al dat fucking gedoe van hier. Mooier dan dat kunnen we niet eindigen, dames en heren. Dit is echt een perfecte stop van een podcast. Dus ik ga nu stoppen met praten, want dan doe ik hier dan nog te veel. Dit was het voor Welcome to the AA. Lieve van Gilles, Merci dat je hier was. Met is veel plezier. Ik vond het kei plezant, man. Ik vond het ook super <laughs> plezant. Ik ben blij dat en uh, wij zien elkaar sowieso terug op oh, uw de, show, oh ja, ongetwijfeld. Draproliever. is het was uh, weer al awesome, zoals altijd. Dit was het. voor Welcome to the AA. Tot de volgende keer. Later. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Uh -uh, ik ben hier alleen voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zend de beste. Naar de feest. op de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.